Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe hele toffe e-workshop van Neeltalk Live. En vandaag gaan we echt een hele gave technische nagel maken. En daar hebben we natuurlijk onze eigen Sarissa voor. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst beginnen. Ja, zoals ik al zei, een hele technische uitzending vandaag. En niet zomaar één, want Sarissa gaat de inverted French maken. En dat is eigenlijk een vrij nieuwe techniek met allerlei nieuwe inleematerialen, zowel als in het nagebed als in de top. Eigenlijk kun je alle kanten mee op. Dus een reverse in een reverse in een reverse en endless reverse. Maar ik denk dat het beste daar meer over kan vertellen onze eigen Sarissa is. Ja, ik ben er vandaag gezellig bij jullie bij. Nou ja, ik hoop dat jullie gezellig allemaal meekijken of er niet zo misschien aan het terugkijken zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga een hele leuke techniek laten zien. Ja, inverted French. Deborah zei het al. Het is dus een reverse French. Snap jij hem nog? Nou, ik ga het uitleggen. Alles gebeurt in het nagelbed. Dus alles speelt zich af in het nagelbed. Je kunt natuurlijk hele leuke combinaties maken. En daar zal ik jullie dadelijk natuurlijk nog wat meer van laten zien. En nou, hoe je daar een combinatie van kan maken, dat later. Ik ga jullie eerst alvast uitleggen. De eerste, zeg maar. Dat is degene die je op het fotootje zag. Dat is de allereerste demo die ik voor jullie ga doen. Dat is een beetje een marble-patroonachtig. Het is eigenlijk heel simpel en snel. Maar ik ga het jullie gewoon eventjes voordoen. Dus kijk maar mee. Ik heb hier naast me een klein potje op de Topshot. Nou, dat zijn kleine mengpotjes van Magnetic. En het handige hieraan is dat het licht dicht is. Oh, ik moet niet te snel bewegen. En hierin heb ik al een mengsel zwart gemaakt. Nou, het is een beetje spannend nog, want het kan zijn dat het mengsel net iets te veel zwart pigment bevat. En dan hardt het niet uit. Dus dan heb je wel een probleem. Ik heb deze gemengd met linergel. Dus linergel en clear acryl. En hoeveel linergel is de verhouding ongeveer, Cerise? Nou, wat ik altijd doe is gewoon een flinke klodder neerleggen van het clear op een paper pellet of zo'n mooie steen waar je op kan mengen. Dat is eigenlijk makkelijker omdat het wat steviger, harder en zwaarder is. Dus dan kun je wat meer druk zetten. Dan pak ik ongeveer, laat me even zeggen, als je het in gel polish zou bekijken, genoeg gel om 5 nagels mee te lakken. Zo moet je het een beetje zien. Op een behoorlijke schep. Power Gel Clear. Maar als je nou twijfelt, gebruik altijd eerst een klein beetje liner gel. En ga daarna indien gewenst een beetje meer toevoegen daaraan. Dus dan moet je een beetje kijken. En dan kijken wanneer het mooi zwart wordt. Je moet het wel even laten staan, even laten rusten. Want als je het mengsel laat rusten, wordt het vaak ook nog een stuk donkerder. Dus zo moet je even een beetje proberen. En wat dan handig is, is om een klein kloddertje neer te leggen. Op een tipje even in de lamp te houden. En dan ja, kijken of het goed uithardt. Dus een beetje meespelen voordat je te veel mengsel hebt. Elisabeth Nijland die is tegelijkertijd aan het strijken en aan het kijken naar ons. Nou, dat is een hele goede combinatie van wezigheden, denk ik zo. Ja, inderdaad. Ja. Dus, inderdaad. En trouwens, we hebben een nieuw dingetje. Hè? Dan kunnen jullie dus de comments live in beeld mee bekijken. Als jullie dat willen, dan moet ik nog heel even vragen precies hoe dat ook weer heette aan Gillian. StreamYard. Op de link klikken van StreamYard en die staat boven in de live. En dan moet je wel toestemming geven dat je comments natuurlijk daar vandaan gehaald kunnen worden. En in onze live feed te zien zijn. Dus dat zou heel tof zijn. Wil je dat niet, dan kunnen we nog steeds je comments plaatsen. Maar dan kunnen we daarbij ook je naam zien. En wie je bent en je fotootje. Dus dat is wel heel tof. En ja, we zijn het nu vandaag voor het eerst aan het uitproberen. Dus misschien af en toe dat je denkt, wat ben je aan het doen? Nou, dan ben ik even aan het kijken en aan het aanklikken. En nou, dat alles bij elkaar. Dus superleuk. Waar ben jij, Cerise? Ja, ik zat even mee te kijken, stiekem in de comments en ik zie een hele goede...
nog niet zien. Maar nou, Deborah, kun jij misschien alvast door de comments heen kijken? Ik ga even kijken. Aan het huiswerk van Jess maken, niks leuker dan dat zwart beeld. Ja, eventjes wel, maar we komen zo weer terug. We zijn natuurlijk met wat nieuwe dingetjes bezig. Kan het mengsel ook met de Builder Gel Clear en de Liner Gel Series? Of kan het alleen maar met Power Gel? Nee, het kan ook... Zijn we weer. Oh, we zijn er weer. Nee, dat had ik net uitgelegd, Deborah. Je kunt inderdaad al je gels, gekleurde gels, gepigmenteerde gels, kun je mengen door een andere gel, om die gel vervolgens een kleur te geven. Wat je ook heel erg leuk kunt doen, is verschillende gelpolletjes onder elkaar mengen. Dus wil je bijvoorbeeld zachte roze hebben, maar je hebt een roze in huis die je net iets te hard vindt, dan zou dit eigenlijk wel makkelijk kunnen mengen met of een beetje puntje liner gel white, of een the whitest white gel polish. Dat kan gewoon, en zo ben je eigenlijk heel creatief bezig in het ontwerpen van je eigen kleuren. Heel tof. Nou, en het wordt echt een hele mooie, hoor. En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd, Suris, wat het huiswerk gaat zijn. Heb je daar al wat over? Ja, daar heb ik wel wat over. Maar ik denk dat het makkelijker is om daar later eventjes naar te kijken. Want dan, ja, anders hebben mensen zoiets van, waar heb je het in godsnaam over? Ja. Ik weet niet of we misschien op mijn paper pallet alvast kunnen kijken voor het volgende stapje. Ah, kijk. Nou, laat ik hier alvast eens mee gaan beginnen. Oké, wat ik hier heb gedaan is een beetje van de zwarte power gel en een beetje van de witte power gel neergelegd. En ik ga hier allereerst eens een klein mengseltje van maken. Dus niet te veel door elkaar heen roeren, maar gewoon een beetje, ja, een beetje een swirl van maken. Zo. En dit is ook het of wat je gedaan hebt in de set die je ziet op de plaat waarbij je het aankondigt, hè? Ja, klopt. Er is hetzelfde wat ik gedaan heb inderdaad. Ik ben natuurlijk een beetje gaan kijken van hoe pakt dat nou lekker op. En er is niks leukers dan dat te experimenteren op je eigen handen. En dan loop je tegen heel veel dingen aan. En ja, die kan ik jullie nu gewoon alvast uitleggen. Dat is het volgende. Als ik nou mijn zwart hier heb, dan leg ik ook alvast een beetje van dat zwart puur naast het mengsel wat ik al heb liggen. Dus ik pak een beetje op, een beetje veel. Dus dat is niet nodig. En ik leg er eigenlijk gewoon een beetje naast. Zo, dus dan heb ik zwart. Ik heb zwart met wit. En ik pak ook nog een beetje wit. En daar leg ik ook een klein kloddertje van neer dan daarnaast. Waarom ik dat doe, is omdat ik natuurlijk met een spatel zit. Die eigenlijk, ja, steeds dan weer zwart is, dan weer wit is. En als mijn zwart in mijn witte pot terechtkomt of andersom, dan is dat natuurlijk zonde van je mengsel. Want dan vervuil je dat eigenlijk. Dus nou, Jelina en Natasja kijken gezellig mee vanuit de winkel uit Weert. Oh, hartstikke leuk. Gezellig. Nou, ik heb inmiddels 3 kloddertjes neergelegd en daar ga ik het eigenlijk gewoon mee doen. Dus het is eigenlijk heel makkelijk en zeker als je vooraf al hebt gemengd. Dat scheelt echt onwijs. En dan zullen jullie denken, waar ga je dat nou op maken? Nou, de verlenging van de nagel heb ik natuurlijk alvast gemaakt en daarop ga ik gewoon verder werken. Omdat dat eigenlijk steeds hetzelfde liedje is, het plaatsen van schablonen. Nou, ik heb hieronder dus de nagel al gemaakt. En waar ik rekening mee hou, het is niet een hele lange nagel, maar ik heb wel voldoende oppervlakte om te gaan spelen dan op het nagelbed. Dus wat ik ga doen, eigenlijk heel makkelijk. Ik pak een beetje zwart. En leg ik neer. Ik heb natuurlijk wel bond eerst gebruikt, hè? En daarna... heb je die nog in de lamp gedaan even? Nee. Okay. Daarna pak ik een beetje wit. Daarna pak ik wat van het mengsel. Ja, sowieso een hele goede combinatie, hè? Zwart-wit? Ja. Super, ik vind dat zo mooi. Heerlijk. Mensen die mij kennen, die weten dat ik vaak terugval op zwart-wit. Past ook overal bij. Zo. Ik maak hier vervolgens eigenlijk een beetje een soort van rommeltje van. Mag nog wel iets meer. Wat heel belangrijk is, is dat je heel goed weet hoeveel product je eigenlijk nodig hebt, hè, om een nagelbed te maken. Want hij moet eigenlijk bijna in één keer goed zijn. Zo, dus nu heb ik eigenlijk een mengseltje liggen. En je ziet dat ik ook duidelijk een wit vlak heb, dat ik duidelijk wat zwarte vlakken heb en dat ik ook inderdaad dat marble mengsel ook op zijn plek heb. En het leukste vind ik, het kan ook frustrerend zijn, maar het leukste vind ik dat geen enkele nagel wordt hetzelfde. Dus ik ga hem nu plat duwen en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Dat is wel heel leuk. Je hebt er heel weinig, tenminste weinig controle over. Ik pak een acrylpenseel, dus ik heb een Prestige 10 penseel, omdat ik daar, die duwt niet zoveel product weg. Dus die is wat zachter voor de bol die je hebt liggen eigenlijk. De bedoeling is dat ik eigenlijk zo min mogelijk wegduw van de nagel, maar dat ik het echt een beetje op zijn plek laat staan en het wat meer masseer in vorm, in plaats van duwen en trekken in vorm.
Mooi. Okay. Nou, er zijn heel veel mensen tegelijkertijd aan het strijken, zie ik. Oh. Zal ik dat voor mij ook even komen brengen? Ja, anders zal mijn man blij mee zijn. Dan zet ik het er van mij ook direct bij. Doe. Oké, ik heb hier nu de bol liggen. En ik ga hem deppend eigenlijk. Je ziet dat ik niet echt duw erop. Maar dat ik hem zoveel mogelijk probeer te deppen. Stel je voor, als ik hem nou niet dep, maar hem duw en trek, dan gaan eigenlijk al die kleuren een beetje door elkaar. En dat is zonde. En dan wordt het dus een beetje smoezelig. Dan wordt hij grijs, ja. Dus ik leg heel voorzichtig de power gel op zijn plek waar ik het wil hebben. En power gel is ook, omdat het 100% gel is, dus het is niet een traditionele acryl gel, maar het is gewoon een gel, is het heel fijn om deze techniek daarmee te doen. Omdat het niet zoveel druk nodig heeft. Nou, zie je dat hij aan de zijkant een beetje veel wit heeft? Ja. Mooi. Vind ik niet mooi. Dus ik ga daar iets aan veranderen. Zo. Ik zet een klein krulletje. Zie je, nu is die niet zo vlak meer, zo egaal. Zo. En ik duw hem plat. En ik heb vervolgens gelijk een leuke swirl. Ik ga even om haar vinger heen kruipen. Hoop dat ik niet in beeld zit. Ja. Je ziet dat ik heel weinig met het product doe, hè, Deboy? Ja, klopt. Ja, het is een hele zachte, gentle benadering. Ja, ja, ik dep hem gewoon heel zacht. En ook niet te nat, gewoon heel vorm. Mooi. Nee, niet te nat. Je mag hem niet vochtig zien worden. Er mag geen plasje prep en wipe tevoorschijn komen. Oké, hier moet je altijd wat meer druk naar beneden gaan zetten. Dat kan niet anders, want je hebt je diepste punt van je smileline nodig hier. En ik zal je vertellen, het is heel lastig om hier een strakke smileline in te maken, omdat die marble erin zit. Dus je moet goed kijken wat je doet. Nou, Chantal Schatter keek ook mee vanuit de garage, want tegelijkertijd wordt de auto gekeurd. Oh, zo. Nou, dat is handig. Nou, ik hoop wel dat je oortjes in hebt. Zo. Nou, ik maak hem gelijk mooi scherp. En mocht je nagelbed nou nog niet de juiste hoogte hebben, dat is geen probleem. Dat is voor de volgende stap. Oké. Nou, ik denk dat ik tevreden ben. Als ik door het gespiegel heen kan kijken zo. Oké. Nou, hij zit erop. Ik ga hem nu even onder de twin light zetten voor een goede uitharding. Dus je mag onder de lamp. En wat heel belangrijk is, is nu ook dit proces, het uitharden. Want we hebben pigment toegevoegd aan een transparant product. En dat houdt wel in dat, dat de uitharding ook wat langzamer gaat. Want hoe meer pigment, hoe langer het duurt voordat het goed uitgehard is. Net zoals dat je de nagel zwart zou lakken. Dus gewoon onder de lamp en werk vooral niet al te dik. Dus als je muurtje niet hoog genoeg is, geef niets. Dan kun je nog wat bijleggen dadelijk. En doe je hem nu wat langer misschien in de lamp, omdat je een soort andere compositie hebt op de nagel nu? Dus een andere samenstelling. Je hebt zwart-wit gemengd, dus doe hem dan ook wat langer erin? Nee, ik doe hem niet langer onder de lamp. Want als het product binnen 1,5 minuut niet uitgehard is, dan zul je merken dat hij na 2 minuten of 2,5 minuut ook niet uitgehard is. Dus 1,5 minuut is genoeg. Hard het niet uit, betekent dat je meer kleur moet toevoegen aan je zwarte mengsel. Dus dan is het mengsel niet geschikt. Maar aan de andere kant, als je gewoon net wat dunner werkt, het gaat om de vorm van het nagelbed vooral nu. Niet om de hoogte. Dus als je niet te dik werkt, dan zal je producten minder moeite mee hebben om goed uit te harden. Dus hij moet echt binnen 1,5 minuut moet hij uit kunnen harden. Moet die uitgehaard zijn. Ja. Ellen de Boer van Beurden, die vraagt nog even waar je mee gemengd hebt. Dat heeft ze net eventjes gemist. Dus misschien kan ik nog één keer vertellen, Series. Ja, tuurlijk. Ik heb Power Gel Clear gebruikt. En daardoorheen heb ik de Liner Gel Black geroerd eigenlijk. Of gespateld. Je zou dat ook kunnen doen met een gewone gel polish. Je zou dat kunnen doen met de Color Concentrate. Je kunt daarvoor gebruiken wat je wil. Als het maar hoog gepigmenteerd is. Wat je ook zou kunnen doen is echt pigment gebruiken. Dus gewoon pigmentpoeders. Bijvoorbeeld de neons. Of een pak een chroompoeder en ga daar eens mee aan de slag. Als je je kleuren of je pigmenten door wit heen mengt. Dan heb je vaak pastelachtige kleuren. Dat is hartstikke leuk. Maar je kunt natuurlijk ook wat hardere kleuren maken. En dat doe je dan wel door clear te gebruiken. Door clear power gel te gebruiken. En Priscilla Zuidema vraagt, maar het is dus eigenlijk een soort omgekeerde inlay als je het zo bekijkt. Ja, inderdaad, inverted French, een omgekeerde French, waar normaal gesproken de nadruk in de verlenging ligt, ligt nu de nadruk op het nagelbed. En je kunt dat heel uitgebreid maken, maar je kunt ook zeggen, en dat ga ik bij deze nagel laten zien, hier tegenaan leg ik gewoon één kleur, ja, zwart of wit, maar je kunt hem net zo goed ook rood maken, dat zou ook heel erg tof zijn. En dan is hij eigenlijk klaar en dan heeft jouw klant toch net even wat anders. En qua moeite, het is niet heel veel meer moeite. Alleen de nadruk ligt hier zo op een andere plek van de nagel. Heel mooi.
Ik zit eventjes door de comments te kijken, maar het is heel veel hoi Cerise, ben je niet vergeten hoor, ik zie je nu op tv. En... oh, mijn moeder. Ja, ach leuk. Ja, maar echt heel leuk. Ja, oh, dat is eigenlijk alleen maar, mensen kijken mee vanuit de bloemenwinkel, ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat je aan het maken bent. Dus ja, laten we vooral doorgaan met waar je mee bezig bent. Ja. Want zoals jullie kunnen zien aan het nagelbed, hoe die er nu uitziet, dan zie je eigenlijk dat mijn stoeprandje niet hoog genoeg is. Hè? Het zou mooi zijn als het in één keer hoog genoeg is, maar aan de andere kant neem ik ook liever het risico niet. En leg ik er nu gewoon clear overheen om hem vervolgens in een mooie bolling te krijgen, apex erop te bouwen en een strakke muur maken. Dus ik pak een beetje clear power gel. Krijg je daardoor ook wat meer diepte erin? Dat is niet per se de bedoeling, maar je kunt wel verschil zien of je hem in één keer hebt doorgebouwd met deze kleuren, of dat je een beetje kleur eroverheen hebt gelegd, inderdaad. Het lijkt alsof er een soort van, of je een vissenkommetje bekijkt, inderdaad. Maar dan moet je wel goed kijken, hoor. Dus je zou er theoretisch nog wat glitters tussen kunnen leggen. Oh, jawel. Ja, ja. Heb ik ook gedaan, maar je kent mij, dat vind ik dan weer net iets too much. Maar geloof me, de set wordt dadelijk echt too much, hoor. Dus voor de mensen die van veel houden, het komt goed. Oh, de auto van Chantal, die is goedgekeurd. Oh, gefeliciteerd. Nou, dat scheelt weer, hè? Scheelt weer in de kosten. Nou, ik ga dus nu kijken dat ik een goede hoogte heb van mijn product. Hier maakt de aansluiting niet zo heel veel uit. Duw dat gewoon mooi glad weg. Nou, je moet een beetje apex hebben. Daarmee bedoel ik een beetje hoogte op het hoogste punt natuurlijk van de nagel. En daarna sleep ik met een wat platter penseel het product naar voren. Waardoor ik eigenlijk als vanzelf een muurtje creëer. Nou, Priscilla Zuidema, die bedankt je voor de uitleg. En ze vindt het erg leuk om de vragen van de mensen zo in beeld te zien komen. Dus ik heb die van haar uiteraard ook eventjes in het beeld gezet. Nou, heel erg leuk. Ik wou dat ik het kon zien allemaal. Ik ga wel terugkijken. Oké. Nou, mijn nagelbedje heeft nu de juiste hoogte. En het is al vrij strak, hè? Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk met het penseel te doen. Daarom zien jullie dat ik er best wel wat langer mee bezig ben om dit te styleren, zeg maar, hè, met mijn penseel. Omdat ik dan weet dat ik eigenlijk met mijn vel maar een heel klein beetje nog hoef te doen. Dat is echt zoiets als je les geeft, dan wil je het heel goed neerleggen. Het gaat als automatisch. Oké. Nou, hij is goed opgebouwd. Nu vanaf de zijkant, dat was een mooi shot. Ja, dank u. Nu vanaf de zijkant kun je zien dat ik echt het muurtje wel een beetje op heb gebouwd. En vanaf hier kan ik dan strakker gaan veilen. Nou, Lisette zegt, producten mengen met pigmentkleuren. Nou, Lisette, absoluut. Ik ben ook een groot voorstel van mengen met de pigmenten. Dus absoluut doen en dan wordt het alleen nog maar mooier. En wil je voor felle kleuren, dus de neon, mengen met kleur. Wil je ze wat zachter naar de pastel, mengen met de wit. Dus zeker. We zijn benieuwd naar je eindresultaat. Dus zet ze in de Nail Talk Live groep. En dan gaan we ze eventjes met z'n allen bekijken. Hartstikke leuk. Cerise. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat mensen gaan maken. Want het leuke is eigenlijk dat ik doe dit nu in zwart-wit. Ik ga dadelijk ook door met een beetje zwart-witachtig design. En het leukste zou ik vinden dat ik natuurlijk al jullie versies ga zien. Met hele andere, totaal andere kleuren. Dat zou ik heel erg tof vinden. Ik ben gewoon een beetje saai met zwart-wit. Dat is veilig, hè? Dat kan niet heel erg verkeerd gaan. Nou, mijn model zit nog heel even onder de lamp. Ik ga dadelijk de plak verwijderen en dan ga ik veilen. En het muurtje veilen, normaal gesproken geef ik er de voorkeur aan om dan 150 grit te gebruiken, maar op een metalen kern. En jullie zien nu dat ik hier een plastic kern heb. Ik vind het gewoon zonde voor één nagel om dan ook nog een metalen kern te pakken. Maar een metalen kern maakt de vel nog wel net iets dunner. Eigenlijk nog dunner dan een emery board. En daarmee kun je echt nog strakker de smileline veilen als je dat wil doen. Dus... Nou, de lamp duurt wel erg lang. Het lijkt langer dan anderhalve minuut, maar ik ga gewoon wipen. Gemma, was een beetje bang dat wanneer je nog wat op het product legt, dus wat je al eerder aangebracht om je muurtje te verhogen, dat je dan je eerste designlaag kwijt bent. Dat is niet zo natuurlijk, want deze laag breng je aan met de Clear Power Gel. Dus het onderste deel wat je als eerste neergelegd hebt, blijft daardoor ook zichtbaar. En als je daardoor het muurtje nog steeds wil verhogen, zie je wel je mooie diepte van het eerste laag wat je hebt gehad. Maar door de kleur erop te leggen, kun je de muur zo hoog maken als je wilt. En kun je verder maar gaan met je nagel op te bouwen. Ja, dat klopt inderdaad, Deborah. Ik ga nu veilen. En jullie gaan dadelijk, als jullie dit design gaan maken, gaan jullie merken hoe lastig dat is. Want door die swirls ben je eigenlijk een beetje gedesoriënteerd als je naar die nagel kijkt. Om te zien wat nou precies dan een mooie vorm is. Vooral hier met het licht werkt het niet mee, dus help jullie me maar als ik scheef zit. Oké, ik ga dat eerste stukje pakken. En zoals je ziet, begin ik eigenlijk met die smileline om te veilen helemaal omhoog in een V'tje.
En dat komt dat ik zo hoog vel, dat kun je op de vinger zien. Dat komt omdat het een hele, ja, vrij diepe smileline wordt. Heb je nou een wat klassiekere smileline, dan zul je merken dat je eerder op deze manier aan het filen bent. Maar omdat deze wat scherper is, gaat hij echt, ja, bijna haaks omhoog. Cerise, ja? Is het ook mogelijk om de nieuwe rosé, goud en brons te gebruiken, de nieuwe gels? Om deze als inlay te verwerken in je power gel? Ja, why not? Ja, ik denk ook van wel. Ja, why not? Probeer het uit. Ik zit naar mijn cursist ook altijd te kijken en dan denk ik, ja, dat zou ik zelf nooit gekozen hebben. En dan zie ik het eindresultaat en denk, oh ja, even opschrijven. Ja, toch prachtig. Ja, dat is echt heel handig. Ja. En waarom gebruik je nu de plastic kern? Omdat ik het een klein beetje zonde vind om de metalen kern nu met een extra vel ook neer te leggen. Ja. Ik ben niet heel zuinig, maar ik vind het gewoon onzin om voor twee stukjes smileline nog aparte vel te gebruiken. Zo, ik probeer voor mezelf even die strakke lijn te vinden. Aan de ene kant. En aan de andere kant. Je zal merken dat voor rechtshandigen de linkerkant heel lastig veilen is. Zo. Die werkt dan eigenlijk een beetje over je werk heen. Ik heb even een vraag van Rosalie van de Veen Grootjans. Die vraagt, kan het ook met acryl? Ja, zeker Rosalie, dat kan. Het is wel de bedoeling dat je sneller werkt dan met de power gel. Want wanneer de acryls met elkaar gemengd worden, harden deze natuurlijk sneller uit. En zeker de ene kleur hardt ook wel wat sneller uit dan de andere kleur. Zwart droogt weer bijvoorbeeld langzamer dan wit. Dus je moet wel snel werken en let op je kleursamenstelling. Dus het kan zeker met acryl, alleen dan is het net wat sneller werken. Ja, met acryl is inderdaad, de techniek verandert daar dan ook weer helemaal. Dus dan werk je op een heel andere manier dan dat ik nu doe. Wat Deborah zegt klopt echt helemaal. Je moet gewoon inderdaad veel sneller werken. En ja, als je met liquid werkt, ja, dan is dat toch een beetje, ja, een ander soort chemie wat er dan gebeurt. Hè? Dus probeer het. En... Ja, dan zou ik wel nog eens eerst met de Prestige liquid gaan werken, want die droogt het net iets langzamer. Dan heb je meer tijd, ja, dat klopt dan inderdaad. Oké. Zie je hoe moeilijk het te zien is of die mooi scherp is? Heeft het zin misschien om er een beetje bont tegen aan te doen? Om die lijn strak te krijgen, dat je het beter kan zien? Dat maakt niet zo heel veel uit. Het is meer je zicht. Ja. En je zicht wordt een beetje gek op het moment dat je al die kleuren erin hebt zitten. Nou, Etty vindt het nu al tof. Ach. Ja, dat is eigenlijk een heel snel design. Nou, ik ga gewoon de volgende kleuren tegenaan leggen. Want ik wil natuurlijk nog wat tijd overhouden voor het andere design. Oké. Wat ik wel doe, is altijd even goed stof verwijderen, want dan heb ik wat beter overzicht. Ik krijg hier, wat zijn jullie mooi groot op tv? Ik denk, is dat nou positief of is dat negatief? Mooi groot, dat is echt iets nieuws volgens mij. Okay. Ja, nee hoor, dat is heel positief. Ik denk dat het heel duidelijk nu in beeld is gebracht. Dus, Oké, super. Ja, en dat is je moeder ook, schat. Wat? Dat is je moeder die dat zei. Oh ja, groot hè, mam. Groter als in het echie. Oké, nou, ik heb hier het nagelbed liggen en nu kun je er dus een kleur tegenaan zetten, ja, die je zelf leuk vindt. Ik ga het aan mijn model vragen, want ik weet het zelf niet. Wil je wit of wil je zwart? Zwart. Doe maar zwart. Oké, dan doen we zwart. Dan hoef ik er niet meer over na te denken. Het zou een antwoord van Jessica kunnen zijn. Ja, inderdaad. Nou, ik ga eerst met lijnengel een beetje de onderkant inkleuren, zodat ik zeker weet dat ik dadelijk een heel intens zwarte uitstraling krijg. Dus nou ja, met lijnengel gaat dat heel makkelijk. Omdat hij natuurlijk goed gepigmenteerd is. Dus ik lak de rand in. En nu ga je eigenlijk je smileline heel goed tegenkomen. Dan kun je ook zien of die strak is. En als je nou denkt bij jezelf, ben niet tevreden. Dan haal hem er van tevoren af. En zeg dan ook niet van, ja, ik zag het al, maar nee. Want dat ken ik ook van mensen. Ze er moed op geven. Je hoeft het niet heel netjes aan te brengen, hè? Sorry, is nee niet heel hoor, strak. Helemaal niet. Hij mag zelfs een beetje over het nagelbed heen komen. Mm-hmm. Dat maakt niet uit. Oké, dus ik heb nu die laag gelakt. En dan doe ik voor de zekerheid nog eventjes het puntje. Heb je nou bijvoorbeeld je power gel zwart zo mooi zwart gekregen? Dan hoef je dit eigenlijk niet te doen. Maar ik neem liever het risico niet van het heel zwart maken van de power gel. Nou, Jess zegt het al hoor. Haha, de beste keuze is zwart. En twee zwarte hartjes erbij. Ah, dat is waar. Hallo lieve Jess, ik ben zo blij dat je kijkt. Dat je kan kijken.
Oké, nou, hij is zwart, ook leuk voor de ondergrond. Dun laagje? Ja, heel dun laagje. En die ga ik even laten uitharden. En daarna ga ik gewoon met mijn zwarte powergel eroverheen. Je kunt er natuurlijk ook met je clear powergel overheen gaan. Maar door die zwarte powergel te gebruiken, wordt het allemaal net iets intenser en wat voller als het design straks af is. Dus ik ga de zwarte powergel gebruiken als dit goed uitgehard is. Je kunt natuurlijk ook gewoon zwarte gellak gebruiken om hem wat te intensificeren. Ja, gewoon eventjes kijken. Je kan ook rood er tegenaan zetten, wat me ook heel tof lijkt hoor trouwens. En heb je nog wat leuke comments? Nou, ik zit te kijken, maar mensen zijn helemaal compleet aandachtig eigenlijk. Dus nog niet heel veel vragen in die zin. Die komen nog wel hoor. Maar mensen zitten vooral, dat is echt helemaal zitten te kijken naar je. Dus ja, er zijn veel kijkers, maar allemaal aandachtig te kijken en nog geen vragen te stellen, Saris. Ik denk dat ze allemaal helemaal geïnspireerd gaan raken met wat je aan het doen bent. Dus het is nu nog heel spannend wat het uiteindelijk gaat worden. Ja, en wat je waar, nu met de voorkant gaat doen. Dus waar. Ik denk dat we eventjes moeten wachten tot jij een soort van geheel hebt en dat er dan vragen op komen. Nou, ik ben heel blij dat jullie aandachtig meekijken. En ik ben echt ook reuze benieuwd met wat jullie allemaal gaan maken. Dat meen ik echt serieus. Dat was hetzelfde als die, die color blocking. Oh, daar heb ik ook zulke mooie dingen van teruggezien. Als je dat nog niet, als je die uitzending nog niet hebt gezien. Color blocking, dat kun je vinden op YouTube. Magnetic Nail Talk. Dat is ook zo leuk. En dat kun je ook zoveel verschillende variaties op maken. Dus als je niks te doen hebt, hey, kijk hem ook nog even terug. Echt super tof. Nou, Brigitte van Tongeren zegt, het wordt vast weer een kunstwerk. Ah, de moeder van Brenda, van mijn model. Ja. Zeker. Oké, ik ben weer terug en ik heb hier de zwarte powergel. En die ga ik aanbrengen op het eerste gedeelte. Ik ben altijd een beetje bang om dat te dik aan te leggen. Ja, het is een beetje moeilijk te zien, zwart op zwart. Maar uiteindelijk gaan jullie het pas... Misschien kan je er iets van wit naast houden, even zo. Ja, is het misschien even wat meer diepte door te geven aan die manier? Ja, kijk, dan zie je het toch beter. Ja. Zo, hè? Ja, top. Oké, ik ga mijn zwart plat duwen. Je hebt ook een weinig verhouding gedaan, denk ik, hè? Voor de kleur en alleen het zwart. Het spannende is dat ik dat dus nu nog even ga afwachten. Nee, als het goed is, dan is dit mengsel goed. Ja, je hebt dit met liner gel, hè? Ja, ik heb deze ook met liner gel. Nou, ik doe gekleurd. Dit ook wel, maar ik meng hem dan met de color concentrates. En dan heb je ook minder nodig en wordt hij ook perfect zwart, maar die hart ook gewoon heel goed uit. Dus dat is ook nog een optie. Mocht je geen liner hebben of je vindt het heel spannend, neem de color concentrates. Ja, het is wel zo dat de color concentrates wel iets minder zwart is, hè? Die kleurt toch wat meer grijs op grote vlakken. Dan is de liner gel black, maakt hem net iets zwarter. Maar wat je zegt, je hebt er dan wel iets meer van nodig. Dus het is wel altijd een, iets wat je zelf goed moet afvragen, wat je moet gaan doen. Zo. En kun je het muurtje ook wit maken en dan het einde zwart, of is dat dan minder mooi? Nee hoor, dat is hartstikke leuk. Dat moet je dus, kijk, daar ben ik dus zo benieuwd naar. Want dat is iets, dat moeten jullie voor mij alsjeblieft gaan uitproberen. Want dat is juist leuk om inderdaad, je werkt met zwart-wit. Je zou dus hele leuke combinaties kunnen maken. Je zou bijvoorbeeld ook hier een color blocking tegenaan kunnen leggen. Hè? Dus dat je met wit en zwart en wit en zwart nog door werkt eigenlijk. Dus dat kan, de sky is the limit, het staat ook in de tekst. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. En ik ben gewoon een saaie Piet, dus ja. Er wordt ook gevraagd of je een stuk van je haar af hebt, Saris. Wat zeg je? Er wordt gevraagd of je een stukje van je haar af hebt gehaald. Nee, dat zijn waarschijnlijk die banen die iets verder omhoog zitten nu dan normaal gesproken. Je hebt meer krul nu. Ja, ik heb meer krul inderdaad. Dat is waar. Ik zag er gewoon niet uit. Ik had echt zo'n coronahoofd. Ik denk, laat ik het even. Ik kom nergens meer. Dus. En mensen ik denk zien bij alles, mezelf hè? Extra krul. Mensen zien alles nou, gelukkig maar. Coronahoofd. Dat kent iedereen wel, denk ik. Bij Miertje Zout hardde die niet zo goed uit, maar ze had het ook nog wel getest, maar toch niet goed genoeg. En dat was inderdaad met de liner gel black. Ja, inderdaad. Je moet echt de verhoudingen, dat is het allerbelangrijkste. Dus dat je verhoudingen allemaal goed liggen en dat is gewoon uitproberen. Vandaar dat als ik dit maak, dan zorg ik ook altijd dat ik veel heb. Dus gewoon zo'n potje dus helemaal tot de nok toe gevuld. Dan weet ik, oké, dit is goed en dan kan ik voorlopig mee vooruit. Maar ja, mijn potje was leeg, dus ik heb nu opnieuw moeten mengen. En dat maakt het wel net even iets spannends. Oké, helemaal klaar. Ik ga haar laten uitharden onder de lamp en dan gaan we straks veilen. Alright. En dan gaan jullie het eindresultaat zien.
Nou, Jess zegt, je kunt natuurlijk ook het muurtje zwart en wit maken. Ja, natuurlijk, Jessica, dat kan ook. Maar ja, jouw kennende is het natuurlijk gewoon zwart en zwart, denk ik. En zwart en zwart en zwart. Dus jij hebt een inlay zwart in zwart. Snappen jullie het nog? Ik ook niet, maar het is wel leuk. Ik kijk nog even door. Lisette Schoenmaker vraagt, mengen met een klein dropje gel polish, kan dat ook? Nou, dat zou kunnen, alleen het effect daarvan wordt veel minder. Want de gel polish, daar heb je toch echt wel veel van nodig. Wil je dat dieper zwart krijgen door de clear power gel? En dan wordt het heel plakkerig. Dus dat is eigenlijk niet genoeg gepigmenteerd om je clear power gel goed zwart te krijgen. Dus ga dan inderdaad voor de liner gel of de color concentrates. Dus dat hardt anders ook niet zo goed uit. Doe je te veel power gel of gel polish door je power gel, hardt het niet goed uit. En dan wordt het een hele soort soufflé-achtige substantie. Dus dat is niet de bedoeling. Ja, het fijnste om mee te mengen vind ik nog, als je het mij vraagt, gewoon echt pigment. Poederpigment. Dat is echt, dat is natuurlijk stug. Dat maakt het product ook niet plakkeriger dan dat het is. Het blijft gewoon wat steviger. Maar ook dan moet je toch uitkijken dat als je te veel pigment toevoegt, dat je toch in de war komt met je uitharding. Ja, het is goed mengen. Echt goed verdelen. Ja. Alles goed door elkaar. Goed verdelen inderdaad, goed spatelen. Hè? Alle losse korreltjes moeten eruit en uitproberen. Leg het eens om een tip, laat het eens even uitharden. En kijk dan of het lukt. En dan heb je uiteindelijk je goede mengsel. Vandaar dat ik ook heel erg netjes met mijn potje ben. Dat ik denk van oké, dat potje zwart gebruik kan ik eigenlijk een jaar gebruiken. Op allerlei manieren, dingen waar ik het voor nodig heb. Het is nooit 10 nagels vol wat ik dan zwart gebruik. Maar voor dit soort designs is het natuurlijk hartstikke leuk om daar een potje voor te hebben. En ik baal ook als die op is. Even terugkomend op je kapsel. Jess heeft ook een coronakapsel, want die heeft Omeris al bijna een staart. Ik denk dat als wij er weer zien dat ze een lange paardenstaart heeft in de ondertussentijd. Dus ja, zo gaan die dingen. Nou, ik ben toegekomen aan het volgende stukje en dat is het veilen. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja. Oké, goed losmaken aan de zijkanten. Daphne Sterkspoot die vraagt, is het eventueel handig om het in twee keer op te bouwen in verband met het uithardingsprobleem? Ja, zeker. Ook handig hoor, kun je ook gewoon doen. Ik heb gekozen voor het laagje clear, maar je kunt ook inderdaad zeggen, ik doe nog een laagje van die marble eroverheen. Dat kan. Zeker weten. En hetzelfde als met de zwart wat ik in de verlenging heb gebruikt. Gewoon in wat dunnere lagen werken dan wat je normaal gesproken doet. Zo. Nou, het veilen is gewoon wat we altijd doen. Ik veil eerst de vorm en dan de lower arch. Zorg dat hij goed aansluit. Ja. Ik check de onderkant. Dus hier kijk ik even onderdoor. Hè, en dan zie ik eigenlijk... Ik weet niet of jij hem helemaal kan draaien. En dan zie ik eigenlijk precies wat ik overhoud om te veilen. Hè? Dus nu ik eerst de vorm goed heb geveld en de low arch heb geveld, zie ik precies, oké, deze ruimte heb ik om naar binnen te veilen. Elisabeth Nijland vraagt, je kunt de witte power gel toch ook mengen met de gel polish in gel nagellak? Dat kan, alleen wanneer je dit met zwart gaat doen, wordt het grijs. Dus dan krijg je nooit zwart-wit en zwart mengen, dat wordt gewoon grijs. Dat wordt nooit zwart. Dus je moet de zwart altijd mengen met de clear om hem echt zwart te krijgen. En met gel polish nogmaals, die verhouding daarvan, je hebt te veel gel polish nodig om je power gel clear zwart te krijgen. Wil je hem goed uit kunnen harden, is dat echt geen goede optie. Dus zou echt gaan voor de liner gel black pigment zwart of voor de color concentrate zwart. Dus. En andere kleuren kunnen zeker, die worden dan meer pastel in die zin. Dus die worden wat zachter. Het is met alle kleuren zo, wanneer je ze met een clear mengt, die kleur eigenlijk behouden. Dus ze worden dus, ga je voor neon, worden ze echt neon. Ga je ze mengen met wit, worden ze zachter. Alles wat je mixt met wit, wordt een zachtere kleur. Dus een soort pastelvariant erop is ook super mooi. Dus ja, speel er gewoon mee. Je kunt theoretisch alle kanten op. En ook het pigment door mengen, dus neonpigment door wit, wordt wat zachter, maar is wel heel erg mooi. Dus zeker absoluut doen. Ja, ik zat ook eerst te denken om gewoon inderdaad met pastels te gaan werken. Lijkt me echt ook heel tof. Maar ik denk dat dat toffer is om te dragen dan om uiteindelijk om jullie te laten zien op beeld. Want ja, op beeld merken we toch altijd als het knalt, komt het toch altijd net even iets leuker over. Iets leuker voor jullie om naar te kijken dan als het wat zacht is. Oké. Kijk, zie je hoe tof? Het is super snel en super leuk. Ja, het is heel makkelijk. Ik ga nog even een beetje langs de nagelriem veilen met een bitje. Kijk, je ziet het best wel lastig, hè? Omdat, ja, grijs. Nou, ik je heb ziet zwart het wel, en wit hoor. En grijs. En ja, ik zie echt alleen maar grijs nu op dit moment. Wij zien het wel, wij zien het wel. Ja, hè? Ja, hoor. Oké, een stukje langs de nagelriem even aansluiten. Ik zal er niet te lang werk van maken.
Daar zijn ze in de regie ook nooit zo blij mee. Nou ja, hij is al vrij strak, dus het is niet veel. Nee hoor, het zit te plagen. Oké, gebied rond de nagelriem sluit. En ik denk dat dit voor klanten ook weer iets heel nieuws is. Hè? Een hele nieuwe dimensie die aan de nagel geeft. Ja, een hele andere manier van aanpakken. Ja. Niet te wild en toch heel spannend. Zo, dit gedeelte veilig. Mooi strak. Dus het gebied wat eigenlijk moeilijk te pakken is altijd, hè? Zo rond de nagelriem. En als ik dat heb geveld, dan sleep ik hem eigenlijk mee naar voren. En dan voel ik voor de rest met mijn vinger of er nog een stukje is wat ik moet veilen. En je ziet dat ik dat een beetje met ronddraaiende bewegingen doe. En zo loop ik de hele nagel langs. Nou, Maggie Michielsen vindt het nu al een geweldig resultaat. Wat zeg je? Maggie Michielsen vindt het nu al een geweldig resultaat. Ah, heel leuk. Dank je. Ja, ik zeg, je ziet het ook nu al goed. Je ziet echt wel wat het gaat worden. Ja, het is heel erg leuk. Jullie zullen hem al wel eerder voorbij zien komen. Net zoals bijvoorbeeld Mira zien jullie in de groep ook wel veel voorbij komen. Die heeft deze in de les ook bij mij gemaakt. In het zwart. En zo tof. En toen ik dat zag, dacht ik, hé, dat wil ik voor mezelf ook gaan maken. Dus eigenlijk heb ik deze ontworpen nog samen met Mira. En Rosalie van de Veen Grootjans die vraagt, waarom vuil je nog rond bij de nagelriem? Nou Rosalie, dat is om de aansluiting te maken tussen de producten en het nagelbed. Dus blijf uit de nagelriem, maar je hebt absoluut die verzegeling nodig. Wanneer je dit nog een beetje hoog laat, heb je kans dat daar lucht tussen komt. Dus wanneer je een mooi strak vuilt, dan zit dat vast, gaat het nergens meer naartoe. En dat is eigenlijk wat Sarissa nu doet met het expertbitje. Dat is perfect erdoor en je hoeft daar ook de nagelriemen niet mee aan te raken. En nou ja, de meest strakke eindresultaten kun je daarmee behalen. Dus kijk maar naar de nagel waar ze nu mee bezig is. Ja, nu is die eigenlijk helemaal mooi geveld. Ik hou er zelf wat van om elektrisch te veilen. Bij een wat nieuwere nagel heb ik wel wat meer aandacht nodig met het handveilen op de punt. Maar als je nou gaat opvullen, dan heb je de vorm er al voor het grootste gedeelte in zitten. En dan kun je nog veel meer met je elektrische vuil doen. Ja, en de toerental zit zo rond de 10, 15.000 ongeveer. Nou, ik gooi hem eigenlijk altijd maar gewoon even aan. Zeg eventjes 20.000. 20.000, zo'n beetje. Zei je dat ook, Dibbel? Nee, ik zei rond de 10, 15, maar dat ligt eraan als je geoefend bent. Want wij zitten er meestal gewoon op 30.000. Zeker, dus als je het spannend vindt om ermee te beginnen, doe het eerst wat langzamer en bouw hem daarna gewoon op naar de 30.000. Nou, weet je wat zo grappig is juist? Als je met dit expertbit aan het veilen bent op deze manier, dan is het juist als die heel zacht staat, of tenminste heel zacht, zelfs op 10 of 15.000 toeren, dan kun je er heel lang mee doorveilen. Des te minder heb je nog te doen met de handvel. Bijvoorbeeld wat ik nu doe, is puur nog eventjes controleren of die goed is. En om straks mijn topgel overheen te leggen, dat kan niet op een gefreesde ondergrond. Daar moet je achteraf nog één keer overheen veilen. Doe je dat niet, heb je kans dat je topgel losspringt, omdat elektrisch veilen maakt je oppervlakte glad. Glad en glibberig. Ja. En Lisette de Schoenmaker zeg ik altijd, het muurtje toch met wit gedaan, omdat het dan mee opvalt. Maar Lisette, het gaat hier erom, om het nagelbed. Dus die moet opvallen en de voorkant, die hoeft eigenlijk niet op te vallen. Dus daarom is die totaal zwart. Anders had Cerise er natuurlijk nog meer mee kunnen doen, maar dat mag je natuurlijk zelf weten, wat je normaal in je salon mee doet. Maar nu draait het echt om wat er gebeurt in het nagelbed. Vandaar dat ze die vrije rand gewoon zwart gemaakt heeft. Ja, het is wel leuk, want we hadden trouwens in de les, met die meiden hadden we het er ook over, hè, dat sommigen zeiden, ja, een wit randje inderdaad zou wel tof geweest zijn. Maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk, dat het zwart van het nagelbed echt een soort van wegloopt in de verlenging. Ja. Maar het maakt dus niet uit. Je kunt doen wat je wil. En ik vind het wel leuk dat iedereen nu ook al een idee erbij heeft. Zo van, oké, als ik het zou doen, zou ik het zo doen. Nou, dat wil ik nou graag zien. Daar ben ik benieuwd naar. Nou, er gaat nu al wat worden, hoor. Ja, nou mooi shape ook. Ja, de onderkant is ook goed. Ja. Oeps! Weg. Altijd spannend. Oké, nou, ik ga hem aflakken. Yes. Nou, je ziet, ik gebruik de blush top, vind ik gewoon een fijne topgel. Die heeft ook een filter. Dus die kun je ook gewoon gebruiken. Nou, het flesje ook gewoon zo mooi. Ik vind het nu al heel mooi. Wat zeg je? Thea Dieters zegt nu al heel mooi. Ja, het is echt een hele leuke nagel. Ik ben er gek heel op. Leuk. Oké. Gebruik niet te weinig topgel. Is dit Supreme Finish? Dit is de blush topgel.
Okay. Want ik vind het flesje zo mooi. Sorry. En zou eventueel voor deze ook gewoon de True Color kunnen nemen? Zodat het eigenlijk, zwart blijft. Ja. Ik heb op haar andere nagels heb ik eigenlijk al de fout gemaakt om het UV-filter te gebruiken. Mm-hmm. Dus de blush top. Want dit is natuurlijk het allermooiste als het buiten ook echt zwart is. En ja, door deze UV-filter te gebruiken nu, die in de blush top gel zit, daardoor kleurt hij een beetje op, blauw op buiten. En eigenlijk heb ik geen UV-filter nodig voor al dat zwart en wit. Zo. Nou, dit is hem. Ik ga even onder de lamp zetten. Mm-hmm. Wat ik doe, ik gebruik altijd best wel veel topgel. Hè, dus er is behoorlijk wat op. Dus dat betekent ook je topgel lakken. En dan echt op het laatste moment snel in de lamp. Want als ik te lang wacht, dan gaat hij in de nagel niet meer lopen. Zoveel topgel gebruik ik. Merk je nou dat tijdens het lakken van de, gel, van de nagel met de topgel, merk je nou dat hij dan al weg aan het zakken is, de topgel in de nagelriemen? Dat betekent dat je echt te veel hebt gebruikt. Het moet net dat randje zijn dat je denkt, oké, nu is het klaar en dan snel onder de lamp. Want hoe meer topgel je gebruikt, hoe mooier, hoe gladder en hoe egaler het eindresultaat wordt. Dus dat is wel belangrijk. Nou, Bianca Flore Ranschel, die heeft heel lang moeten wennen aan deze techniek. Ze vindt eigenlijk nog steeds ook niet alles mooi, maar ze zegt, deze is echt wel heel erg prachtig. Dus nou ja, dat vinden wij ook hoor. Dus wij vinden deze techniek ook wel top. Ja, ja, inderdaad. Ik bedoel, het is technisch. En weet je, je kunt met je power gel, want ik gebruik dan altijd power gel, kun je dan in één keer weer iets heel anders doen dan wat je normaal doet. Ja, dat, daar word ik helemaal wild van natuurlijk. Want ik vind het al zo leuk om een French te maken. Nu wordt het eigenlijk nog leuker. Want nu zijn er nog meer dingen mogelijk. Het is op een gegeven moment ook allemaal hetzelfde. Als je goed oplet. Dus dat is net even wat anders. En ik hoop dat jullie er echt lekker mee aan de slag gaan. Nou, Maggie Michielsen die heeft altijd het probleem dat wanneer ze met expertbit velt bij de cuticles, dat ze te veel eraf velt. Nou, dan heb je het probleem dat je hem te schuin op de nagel zet. Dus je moet eigenlijk het puntje alleen maar de aansluiting vast laten zetten. Wanneer je dat bitje echt dit erop zet en te hard duwt, ja, dan heb je kans dat je je design eraf velt. Dus zet echt alleen, ik zal hem even zo laten zien, als dit de nagel is en dit het puntje van de vel, alleen maar zo het randje er langs laat gaan. Dan doe je dit, dan vel je eigenlijk je hele design weg. Dus pak alleen het puntje. En je kunt natuurlijk altijd even zacht beginnen. Dus een laag toerental. Dan weet je precies het gevoel je nu moet veilen. En daarna kun je altijd wat omhoog gaan met de toeren. En dan weet je precies je gevoel waar je moet veilen. En dat je hem niet te plat moet houden. Want hoe platter en hoe meer kracht je geeft, hoe meer je van je design weg kunt veilen. Dus let op dat je echt alleen het puntje zijn werk laat doen. Ja, heel goed wat jij zegt, Deborah. Want het is echt inderdaad zo dat je moet zo goed kijken. Er is een, ook weer, ik ga jullie weer naar YouTube brengen. Dat is The Refill, heet dat. Daarin heb ik een set die ik ga nabehandelen. En daar komt ook dit veilen komt daar ook bij kijken. Dus wat zijn de standen van de bitjes? Want inderdaad wat Deborah zegt, je denkt van, oh, ik vel er een beetje overheen. Dat lijkt misschien ook wel zo. Maar net als dat je vel in bepaalde standen staat, zo staat dat bitje ook in bepaalde standen. Hè? En als die net de verkeerde kant uitstaat, dan is het ineens allemaal plat, is het allemaal weg. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus als je het leuk vindt om dat nog een keer te bekijken, als je denkt, nou ja, ik heb toch voorlopig nog niks te doen, dan kun je dat natuurlijk lekker gaan bekijken op Magnetic Nail Talk. Nou, Thea Dieter zegt, mooi, 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 maar volgens mij is de rest van de hand dat ook. Nou Thea, dat is die zeker, maar dat gaan we dadelijk pas bekijken. Dat is nog heel eventjes een spanningtje. Dus ja, aan het einde gaan we natuurlijk zeker alles bekijken wat ze heeft, want het is echt top of the top. Prachtig. Ja, ik ben tussentijd natuurlijk eventjes die nagel lekker aan het oppoetsen, dat die mooi glanst. En ik heb hem even goed schoongemaakt. Dus dit is het eindresultaat. Mooi. Leuk, hè? Misschien nog over de shoulder, misschien een leuk shot. Heel mooi. Hou eens 1 seconde je handschoenen onder of het zwart, even dat je het nagelbed goed ziet. En dus niet het witte erbij. Wat zeg je? Sorry. Even het witte onderuit. Het wit eronderuit, heel sorry even, schat. Dat je even goed het nagelbed kan zien. Dus maar eventjes, kijk. Ja, inderdaad. Nou ligt de focus inderdaad op het nagelbed. Ja, heel leuk, hè? Mooi. Dat is toch prachtig. Ja, het is net een soort storm, hè, wat er aan de hand is. En het is wel heel erg belangrijk om dan toch, als je dan dit design gaat maken, dat je je echt wel even houdt aan wat ik daar op paper pallet heb gedaan. Dus pak eerst het zwart, pak eerst wit en dan het wit en het zwart een beetje door elkaar. Want dan krijg je echt het makkelijkste, die leuke marble erin. En hoef je niet te veel mee te swirlen en te doen. Dus dan gaat het vast helemaal goed komen. Nou, heel mooi. En Etty heeft er weer een nieuwe verslaving bij. Oh. En nu we hiermee bezig zijn, denk ik dat we even moeten gaan kijken naar wat het huiswerk is en wat de regels gaan zijn daarvoor.
Dus je hebt de inverted French techniek. Het huiswerkopdrachtje is: creëer een set van 5 nagels met minimaal 3 nagels in de inverted French techniek. De opdracht is dus het design. En het design zit in het nagelbed. Dus lever bij deze voorkeur in op een stiletto tips voor creatieve vrijheid. Daar zijn ze natuurlijk ook langer en dan kun je meer doen met je eigen technisch inzicht. Dus technisch incorrecte resultaten worden helaas afgekeurd. Nu is het natuurlijk heel belangrijk dat die resultaten heel duidelijk ook op de foto komt. En daarvoor hebben we wat regels opgesteld. En de regels zijn, je hebt sowieso 2 weken, dus tot 21 januari, de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Inverted French staat. En als er nog verbeterpunten zijn, dan neemt een van de trainers contact met je op. Dan krijg je zeker nog een herkansing. En vergeet dus niet, heel belangrijk, step-by-step foto's van je design te maken. En dat ze heel duidelijk zijn. Dus we moeten echt goed kunnen zien wat jullie hebben gebruikt, hoe jullie het hebben gebruikt en hoe jullie het in de nagel hebben verwerkt. En als dat hele wazige foto's zijn, dan is het moeilijk te zien. Dus geen filmpje, maar echt een duidelijke fotosessie daarvan maken. Nou, dan kunnen we ze goed beoordelen en dan kunnen jullie natuurlijk weer kans op dat prachtige e-certificaat. Dus, nou, top. En wat kun je dan winnen? Nou, kijk eens even. Dat is toch niet verkeerd. De PowerGel Frosted Pink. Oh, die nieuwe, prachtig. Oh. De PowerGel Nude en de PowerGel Clear. Nou, dat is toch gewoon heerlijk. Zo'n fijn spul om mee te werken. En dan kun je natuurlijk alle invertertjes schoonmaken die je wil eigenlijk. Dus dat is gewoon weer een heerlijke prijs. Ja, en nou ja, we gaan maar door, hè. Jong, ik ga even kijken in de comments, want ja, we hebben natuurlijk zoveel. Even kijken, op de garage. Mag er nog een klein nailartje op de nagel komen, Cerise? Is nog een vraag. Nou, ik ga jullie hierna, ik ben heel even snel aan het voorbereiden hieronder. Ik ga jullie hierna iets laten zien wat je misschien ook wel op ideeën gaat brengen. Dus in principe, als je nou een echte nail art fan bent, natuurlijk, je mag hem gewoon oppimpen. Het gaat alleen niet echt om de nail art erop. Wil je dus kans maken op de prijs, focus je dan vooral op wat erin zit. En niet zozeer erop. Maar misschien schept de volgende demo wel weer mogelijkheden. Dat denk ik ook. En Elvira die hoopt dat weer open mogen tegen die tijd. Want dit vraagt om echte nagels en niet om tips. Nou, ik zou zeggen, Elvira, probeer het op jezelf uit. Dan heb je in ieder geval vast een goede opzet voor als je open mag, voor je nieuwe klanten om die te gaan doen. Ik denk dat dat misschien wel een goed idee is. Nou, het is ook wel weer zo dat als je dit alvast op tips hebt, dat je je eventueel voor klanten heel leuk ideeën hebt. Dat is zeker wat waar. Ook mogelijk is. En weet je wat het is? Als je iets 1 keer doet of 2 keer, zou je, tenminste dat heb ik altijd, zou je ook merken dat je denkt, volgende keer had ik dat toch heel anders gedaan. Dus ik zou gewoon wel lekker op tips oefenen. Dan heb je ze klaar, dan heb je je techniek onder controle, krijg je handigheid erin. En dat soort dingetjes. Heb je leuk materiaal om je social media mee te pimpen, zeg maar. Dus ik zou het zeker op tips proberen, Elvira. Echt, zeker nu. Ik zou niet wachten op klanten. Ik zou het gewoon gelijk gaan doen. Yes. En je hebt het gehoord, dus het mag wel op jezelf. Maar liever nu eventjes op de stiletto tips. Want dan heb je en een leuk voorbeeld en voor je eigen een goede oefenmethode. Maar we gaan er door, want we hebben natuurlijk heel veel leuke lives eigenlijk deze aankomende hele lange tijd, dus we gaan lekker door. En dat is aankomende maandag onze eigen Cheryl. En die gaat eigenlijk een live doen over welke doelen stel jij voor 2022. Nou, dat is een super interessante, nou ja, eigenlijk alles wat Cheryl doet, is een super interessante workshop over wat wil jij nu bereiken of wil je voor elkaar krijgen in het aankomende jaar. Nou ja, zij gaat je daar alle tips en tricks over geven. Dus zeker kijken, dat is aankomende maandag om 8 uur hier bij Nielsen. Dat is weer in de avond. Hoe langer de lockdown duurt, zijn we het ook op de vrijdagmiddag. Mogen we weer gaan werken, dan gaan we alleen nog op de maandagavond. Sowieso, de maandagavond is een keeper, die blijft sowieso. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn, die blijft sowieso gaan. En al die maandagen, die zetten we dus even op een rijtje, want daar hebben we een heleboel leuke workshops van. En dat is natuurlijk maandag Cheryl. Dat is de week erop, maandag 17 januari, Alette Visser. En die gaat jullie de hele simpele designs van het stamping laten zien.
Nou, hoe snel en makkelijk wil je het hebben in een salon? Nou, ze laat je er ins en outs zien met alles wat daarmee kan. Dan hebben we maandag 24 januari onze eigen Sylvana. En zij gaat aan de slag met de blusjes met babyboom en glitters. Maar dat is een babyboom op de meest makkelijke manier die je maar kunt bedenken. Het is een beetje nieuw, dus zeker weten kijken, want dat hebben jullie nog niet eerder hier kunnen zien. En daarna, ja, 31 januari, de afsluiter van de maand, onze eigen Jessica Popberg. En wat is er leuker dan tegen die tijd aan de slag te gaan met de Valentine cartoons? Want daar hebben we ook een heleboel leuke nieuwe dingetjes van. Dus ja, ja, zeker kijken. Het is een hele maand en maanden worden alleen maar vol met de leuke nieuwe designs, technieken, nieuw art. Noem het maar op. We gaan eigenlijk alle kanten op. Even kijken, want we hebben toch zoveel dingen. Ik denk dat we misschien een hele leuke commercial moeten laten zien. De van de Power Gel. Ja, blijft mooi, hè? En wat een super handig product is het toch. Nou had ik een vraag, Cerise. Ja? Moeten de tips eigenlijk allemaal bij elkaar passen die je maakt? Dus moet het een setje zijn van deze inverted French nagels? Ja, ik zou wel echt heel graag een setje willen zien. Dus echt dat je dan denkt bij jezelf, oké, dit hoort bij elkaar. Dat je erover na hebt gedacht en dat je ook bepaalde dingen en kleuren laat terugkomen. Dat is toch wel een klein beetje de opdracht. En er is ook wel een reden waarom ik zeg, nou doe dat dan op tips. Want stel je voor dat je die controle over die, want je hebt een lange nagel nodig. Dat is extra moeilijk. Stel je nou voor dat je denkt bij jezelf, ik ga het gewoon proberen. Dan wordt je huiswerk daar niet goedgekeurd omdat die technische nagel niet in orde is. Dus alleen als je zeker weet van nou, die technische nagel, hey, maak me eigenlijk niet druk over. Ik kan lange nagels zetten en ze zien er tiptop uit. Doe het dan gewoon. Maak dan gewoon een hand. Of doe het op een oefenhand. Dat mag ook. Hè. Alles wat betreft technisch, bedoel ik het technisch helemaal opbouwen van de nagel. Ja, want en, dat vraagt Maggie Michiels. Met technisch bedoel je dus het maken van het nagelbed en zo. Dus eigenlijk compleet alles. Hè? Het moet bij elkaar één technisch geheel zijn. Ja, dus zodra je een schabloon moet gaan gebruiken en de vorm moet gaan veilen, dan heb ik het over een technische nagel. Nou, draai je daar nou je hand niet voor om, dan is het allemaal prima. Denk je, nou, vind het toch een beetje moeilijk. Lekker maken, maar lever je huiswerk het liefst op gewoon op tips, zodat je echt een mooi eindresultaat hebt, dat je denkt, wauw, wat is dit? Heb ik dat mooi gedaan. Heel graag, heel graag. Ja, want ze vraagt ook, wat is lekkerder of beter, de power gel uit de pot of uit de tubus? Nou, dat is smaak. Ja. Ik werk bijvoorbeeld veel liever uit de pot en volgens mij is er iets uit de tube, als ik het goed heb. Of niet, ik weet het eigenlijk. Ik doe het voor uit de pot. Wat ik voor de hand heb. Ja, nou ja, dat ook. Maar stel, je hebt een voorkeur en je kunt kiezen, dan werk ik liever uit de pot. Dus het is niet één is beter of zo. Het is precies hetzelfde product. Het is van, wat vind je fijner om mee te werken? Doe je klein beetjes uit de pot halen of kleine beetjes uit de tube schapen? Dat kan allemaal. Dus maakt niet uit, er is niks beter. Het is allemaal even goed. Alleen het is gewoon een voorkeur met welke dingetje je werkt, pot of tube. Ja. Klopt inderdaad. Ik zeg altijd wel tegen mijn cursisten, bijvoorbeeld als ze net beginnen met een power gel nagel te zetten. En je gebruikt bijvoorbeeld veel clear, hè, die is vaak wat plakkeriger. De pink is ook wat plakkeriger. Dus als je een van die twee kleuren nou graag gebruikt, is dat het allermakkelijkste als daar de tube komt. Want daar plakt het punt 1 niet. Dus het zit al helemaal goed vermengd. En ten tweede heb je veel minder belletjes in je product. Omdat pot moet je omspatelen. En door het omspatelen kun je luchtbelletjes gaan creëren. Als je dat niet op de juiste manier doet. Dus dan zou ik weer zeggen tube. Maar ja, weet je, ik gebruik liever een pot, omdat ik anders heel lang met het laatste beetje uit de tube zit, omdat ik geen nagels meer zet. Dus dat is het. Ja, smaken. Je kan alle kanten uit. Volgende nagel.
Heel even, eentje. Lisette vraagt dus, je mag eigenlijk zelf bepalen welke inlay je in je nagelbed maakt. Je mag doen wat je wil. Je mag er stukken krant onder stoppen. Kijk maar wat je doet. Het maakt me niet uit. Je mag Minnie Mouse steken op het nagelbed en dan die helemaal inpakken. Het maakt niet uit zolang de nadruk maar heel erg op het nagelbed ligt. En als je nou zegt van ik wil eigenlijk in de verlenging ook nog van alles doen, dat mag. Maar dan moet het nagelbed wel minimaal net zo interessant zijn als de verlenging. Dus, ja, of meer. Die moet je net meer uitpoppen. Verras me. Ja, ik wil echt dat nagelbed dat ik denk van wow, daar gebeurt iets wat bijzonder is. Dat zou ik echt tof vinden om te zien. Oké, de volgende nagel. Nude, zocht ik. Ja, juist. Ik zie over een paar spotten om me heen staan. Het volgende is, ik ga een leuke band maken in het nagelbed. Het is een beetje gepriegel, maar het is wel heel erg leuk om te doen. Kort vraag is, de pink zit nog niet in een tube, toch? Oh, nee, dat klopt inderdaad. Nee? Dat heb je helemaal goed. Ja, heel scherp. Ja, jammer is dat eigenlijk, hè? Komt vast. Dat komt vast, ja, dat denk ik wel. Oké, ik heb een heel klein beetje power gel op mijn spatel gepakt. Mag je onder topshot, mag ik het misschien even bekijken. Nou, het lijkt wat meer dan dat het is. Misschien heb ik het ook niet allemaal nodig. Maar wat ik ga doen is nu een kleine lunula maken van nudes. Een lunula van nudes. Ik heb natuurlijk ook wat bond aangebracht en de verlenging zit erop. En ik heb niet zoveel nodig. Dus je verkijkt je eigen er altijd heel erg op. Ja, dat klopt. Vooral als het een... als het een hoeveelheid is wat je normaal niet pakt, is het heel lastig. Heel raar. Oké, ik heb dus een klein beetje neergelegd. En je ziet, als je goed naar het nagelbed kijkt, dan kun je ongeveer zien hoeveel het is. Want vaak lijkt het op beeld, lijkt het vaak veel meer dan dat het is. Maar je ziet, het is ongeveer tot op de helft van het nagelbed. Vanaf daar ga ik hem een beetje omhoog duwen. Ik ga hem aansluiten rondom de cuticle. Zit ik nog in beeld? Ja. Zo, dus het gebied rond de nagelriem goed aansluiten. Power gel heeft heel weinig nodig, hè? Dus als je hem zachtjes dept, loopt hij er eigenlijk gelijk al naartoe. En, een heel klein belletje, dat is irritant. Dat moet ik wel even weghalen. Want dat belletje zit precies op het plekje waar straks de smileline komt. Nou, Magda Kniewerk vindt het ook het beste product wat er is. Oh, hi Magda! Leuk. Welk penseel gebruik je, Cerise? De Prestige 10. Dat is een acrylpenseel. Ja, een acrylpenseel inderdaad. Dat gebruik ik het allerliefst. Nou, hier maak ik dus een soort van lunula-achtig deel. En ik duw hem omhoog. En dat doe ik doordat ik dan een stoeprandje heb. Dat ik daar creëer. Nou, Elvira Nailshop die zegt, in mijn pot powergel zit een soort laag die het lijkt of je eraf moet spatelen. Dat zegt, dat kan. Je kunt deze of eraf spatelen, Elvira, of er heel voorzichtig doorheen spatelen. Dat is een keuze die je zelf mag maken. Heel veel mensen halen het er voorzichtig af. Ik doe het er weer heel voorzichtig doorheen. De ander gebruikt het uit de tube, daar heeft hij het niet. Dus ook daar zijn weer verschillende mogelijkheden om die tot je te bereiken. Dus dat is geen probleem, maar het hoort erop. Maar heel voorzichtig er doorheen spaten of heel voorzichtig eraf halen. Even kijken, wat hebben we nog meer leuk? Ah, hallo ladies, zij mag daar weer. Ah, is toch lief. Even kijken, nou ja, dus even... Ja, dat plaklaagje dat ontstaat eigenlijk door het afvullen. Hè? Dat is een bepaalde manier van afvullen, waardoor dat dan ontstaat. Het is wel zo, want ik haal het er ook wel eens helemaal vanaf. Maar je samenstelling van je gel verandert dan wel een beetje. Hij wordt dan net ietsje stugger. Ja, minder flexibel. Geeft niet, maar daar moet je dan wel zin in hebben. En als je hem er doorheen spatelt, blijft hij inderdaad iets meer romiger, zeg maar. Ja, iets plakkeriger als je het zo wil noemen. Ik vind het altijd wel fijn. Je moet wel gewoon goed weten hoe je ermee moet werken. Want sommige mensen zeggen, nou, powergel, dat plakt, dat valt echt wel mee. Dat nou, jij zegt ook, werken. Met liefde er doorheen spatelen. Ja, nou, dat klopt. Dat is het. Juist. Niet roeren, want ik krijg enorme luchtbellen. Ja. Maar echt heel voorzichtig omspatelen. En ook niet 100 keer, gewoon een aantal keer. En dat doe je alleen tijdens het gebruik. En dan volgende keer, als je potten nieuw zijn, doe je het misschien nog een keer. En uiteindelijk is het niet echt helemaal meer nodig. Dus dan is het al goed verdeeld wanneer je wat lager in je pot komt. Dus maar voorzichtig en niet te hard. Dus niet roeren, maar echt spatelen. Zo. En dan komt het helemaal goed met je potje gel. Nou, ik heb het eerste gedeelte heb ik al liggen. Nu kijk ik een beetje vanaf de zijkant over de shoulder.
dank u. Zie ik dat ik heb een goed opstaand muurtje. Ik zie dat ik alleen net toch wel iets te weinig product hier langs de nagelrim heb. Dus sorry, maar ik leg hem nog een heel klein beetje neer, want anders moet ik dat straks doen nadat ik geveld heb. En dat is ook zo lastig. Dus ik wil wel dat er genoeg, of tenminste dat er voldoende product zit waar het moet zitten. Dus kijk daar ook goed naar. Kijk, dat zijn dingen waar je met een tip dus wat minder rekening mee hoeft te houden. Maakt niet uit voor het eindresultaat. Ja, je bouwt weer omhoog als het ware nu. Ja, ik bouw een heel klein beetje. Ik leg er eigenlijk meer een beetje aan zo het gebied rond de nagelriem. Dat ik daar is het eigenlijk meer, nu gelijk een aanzet als apex? Nee. Okay. Nee. Daar zit die nog te hoog voor. Zo, dus een heel klein beetje dichter bij de nagelriem leggen. Ik moet wel zeggen dat ik dit bolletje altijd zeker het lastigst vind om te maken. Omdat die natuurlijk die aansluiting goed moet hebben. Ja, nu is die beter, zie je dat? Ja. Ik heb die aansluiting moet natuurlijk goed genoeg zijn. En ik moet hem straks ook nog veilen. Want je moet hem wel een beetje inveilen. Anders is die niet strak, punt 1. Maar dan is hij ook nog veel te hoog. Dus ik moet hem dadelijk wat gladder maken. Alleen wat strakker. Maar je moet natuurlijk kijken dat ik in dat maandje. Daar kan ik natuurlijk niet helemaal door de nagelriem heen veilen. Dus dat is altijd wel een lastig stukje. Dus probeer met je penseel die bovenste puntjes. Probeer die alvast een beetje strak te maken. Want dat scheelt echt onwijs veel dadelijk op je eindresultaat. Het is makkelijker om dat zo te doen. Zonder veilen, dus meer met je penseel. Ja, en anders zou je eventueel voor die hoekjes nog het expertbit kunnen gebruiken. Eventueel in die puntjes, mocht je echt niet bij kunnen komen. Kan, even een klein tikje aanzetten. Als je denkt, oh, ik ben toch iets te ver uitgeschoten. Heel klein puntje expertbit er tegenaan aan beide kanten. En dan heb je ze ook weer gewoon strak. Dan hoef je ook je velden niet tegenaan te zetten. Klopt, inderdaad. Nou, zullen we gewoon gaan veilen? Gaat gewoon wagen. Het duurt zo lang, hè, dat wachten op die, dat is altijd, op die lamp. Dat is altijd, als je één nagel aan het maken bent, dan lijkt het wel een uur te duren. Maar dat klopt ook. Ja, maar het lijkt altijd wel of je meer energie steekt in één nagel dan in de hele hand. Ja, absoluut. Ja, en dat wachten tussendoor, hè? Ja, ja. Oké, dit gedeelte ga ik veilen. Dus mocht dit niet helemaal gelukt zijn met hoe je hem wou maken, mocht die te groot zijn of mocht die niet helemaal strak zijn, geef niet. Sorry, een beetje. Ja, dank u. Want je kunt dat gewoon veilen. Dat ga ik nu dus ook doen. Dus eerst die rand strak maken. En daarna net als een gewoon nagelbed ga ik erop veilen. Sommige mensen hebben wat last met het geluid en het beeld. Sluit het even af en doe hem even wegswipen van Facebook. En log even, tenminste ga even opnieuw terug naar de pagina en ga opnieuw naar Neeltalk Live. Want dan heb je kans dat dit gewoon weer doet. Dus swipe ook die pagina even helemaal weg, dus van je telefoon. En dan weer opnieuw erop. Zo. Nou, Karin Kramer Groothuis valt net binnen. Hallo kus, ik val net binnen. En dat wordt weer uitzending gemist kijken. Oh ja, oh ja, echt hè? Deze wil je zeker niet missen, want we hebben al heel veel laten zien. Maar er komt nog veel meer aan. Dus zeker uitzending gemist gaan kijken. Ja, uitzending gemist is dat heel vervelend, omdat je dan de reclames niet door kan spoelen, hè, normaal gesproken. Maar gelukkig hebben wij wel leuke commercials. Ja, precies. Oké, nou, ik maak hem even mooi strak. Het model moet een klein beetje naar die kant draaien. Ja, dank u schat. Ik zit te duwen, heel voorzichtig, aan mijn model. Maar die snapte niet dat ik wou dat ze eventjes in standje onmogelijk ging zitten. Oké. Okay. Zo. Nou, ik ben wel tevreden. Gita Bassant vraagt, dus we kunnen de Lunula in elke powergel naar keuze maken? Dat hoeft niet per se met deze nude. Nee, maakt in principe niet zoveel uit. Het is wel belangrijk dat het product wel dekt voor het eindresultaat. Zodat je een goed contrast hebt dadelijk met dit stukje nude. En dan het stukje inlay en dan weer nude. En dan dat ga ik dadelijk laten zien. Ja, maar het hoeft niet per se een hele lichte kleur te zijn. Dus. Nee, het maakt allemaal niet uit. Maak hem maar paars. Maak hem maar groen. Maak hem maar de kleur die je mooi vindt. Het geeft niet. Maak maar van alles. En dat is leuk op tips, want dan kun je gewoon blijven proberen onbeperkt. Oké, volgende stapje. Nee, ik gebruik linergel. Ik ga weer naar de linergel zwart. En daarmee ga ik een figuurtje schilderen. Nou, Karin Grater, Kramer Groothuis zegt ook, jullie commercials zijn ook altijd geweldig. Ja. Nou, maar daar wordt ook heel veel tijd en liefde ingestoken door ons team. En ik krijg dan een duimpje omhoog van Gil, maar het is echt zo. Jeetje, wat maakt hij er werk van? Nou, ik ga weer inkleuren. En dan tegen dit, tegen het lunulatje, als het een woord is, lunulatje. Nou, goed de hoekjes in natuurlijk, hè, want we willen hem zo strak mogelijk hebben.
Dus ik kleur echt tegen de wal aan. Ik kom een klein stukje tegen de huid, maar die kan ik schoonmaken straks voordat ze de lamp onder gaat. En dan, dan maak ik een baantje van wat je leuk vindt. Je mag ook een hartje maken of het maakt eigenlijk niet uit. Het baantje wat ik nu in principe maak, is net iets breder dan dat ik uiteindelijk wil. En ik ga jullie later uitleggen waarom dat is. Zo. Het is een soort van, steekt één lang haartje uit mijn penseel. Oh, dat is altijd vervelend. Ja, heel lastig. Ik haal hem dadelijk wel weg. Oké. Dus dit is eigenlijk de riem. En iets breder dan dat ik wil straks als eindresultaat. Oké. Kijk, je ziet hoe dekkend die lijnen jou is. Hè? Dat is wel heel prettig. Mag je onder de lamp? Ik ga heel even onder de lamp neerleggen. En vervolgens ga ik weer even terug naar mijn paper palette. Want daar heb ik een stukje leaf gold neergelegd. En het volgende stukje zal jullie een beetje doen denken aan de meelpadnagel. Hoeft niet. Je kunt ook allerlei andere dingen nog op creëren. Dit wordt een beetje een druk nagel. Dat zijn jullie niet van mij gewend, maar geloof me. En dat heb je voor mij gedaan. Dat heb ik speciaal voor Deborah gedaan, omdat we samen waren. Ik denk, we moeten toch een beetje tevreden houden. Nou, en ik even kijken, even goed onder de spiegelbeeld. Yes. Ja. Je moet alleen even je, ja, top. Zo. Top, top. Dat leaf gold maak ik in wat kleinere stukken. Kun je er ook glitters of zo voor gebruiken? Tuurlijk, het maakt niet uit. Kijk maar wat jullie leuk vinden. Zo, ik heb mijn penseeltje. Het model is uit de lamp. En ik pak een stukje leaf gold op. Het is een groot stukje, maar dat geeft niet. Is wel tof. Ik leg een stukje neer. En ik leg hier zo fijn, hè, dat spul. Ja, is leuk. Dus, het zit ook eigenlijk gelijk vast. Maar dat, het is gewoon tjoep erop. Ja, inderdaad. Mag onder de lamp. Vervolgens pak ik mijn topgel. Doordat het leaf gold nu teruggaat in de lamp, fixeert het wat in de plaklaag van de linen gel. Dus dan blijft het wat beter vastzitten. Je hebt nu weer de blush topgel. Ja, ik heb gewoon de blush topgel of een andere topgel. Het maakt niet precies uit. Als het maar transparant is, als het maar dun is. En ik heb hier wat leuke inlay glitters. Dus als het goed is, de mirror inlay. Yep. Welke het precies is, moet je me even niet vragen. Dat kan ik wel voor jullie uitzoeken. Ja, eigenlijk wil je gewoon alles van deze hebben. En jullie zien, die topgel, die gebruik ik gewoon zodat mijn penseeltje plakt. Meer niet. Ja. Breng wat glitters aan. Dan in de plaklaag, of in de natte topgel die erop ligt. Daar breng ik dus nog een beetje van bij. Van aan. Zo. En dit mag in de lamp. Het is echt een kleine finishing touch, hè, die er eventjes op zit. Ja, het geeft hem net een sparkle. Ja, en sommige mensen denken echt van, ja, maar waarom heb je nou net dat ene glittertje gepakt? Je gebruikt het haast niet. Maar op een of andere manier, wat Deborah zegt ook, is het net dat, het is net even anders. Het zorgt voor wat meer diepte, voor wat meer speling. Het maakt het even net wat interessanter. En ik hou echt van die kleine details. Vind ik heel erg leuk. Dus ja, ik pak er een glitter bij. Hoeft niet, maar het mag wel. Vervolgens heb ik Syriza Sweeties. Je kunt natuurlijk ook de Black is Black gel polish gebruiken. Dat is niet prettig om mee te nemen in mijn koffer. Hè? Omdat ik altijd bang ben dat die omvalt, dat die dan gaat lekken. Ah, ja. Dus als ik hier het een beetje neerleg van de sweeties. Hey, ook goed, maakt niet uit. Waarom geen liner gel black? Omdat liner gel black iets te hoog gepigmenteerd is voor het volgende wat ik wil gaan doen. Oké, iets meer topgel. Je ziet dat ik heel veel topgel gebruik altijd. Ik leg er dus nu iets meer van neer, daarnaast. Zo. Ik pak een heel klein beetje van de zwarte sweeties. En die gaan door mijn topgel. En nu wordt mijn topgel of mijn sweeties worden een beetje milky-achtig. Dus niet helemaal dekkend. Ja. En daarmee, en degene die mijn milkbadnagel kennen, die weten dat hiermee maak je wat extra diepte. En door die mirror inlay er net onder hebben gelegd, komt die dus meer omhoog, hè? Hij glimt er doorheen. Inderdaad. Ja, het wordt gewoon interessanter. Ja. Zo, eigenlijk klaar. Ja, je ziet het wat goed, diepte, hoor. Ja, en mag in de lamp.
Nou, Linda Klomp zei net tegen mij, nee, Deborah, je wil gewoon alles hebben van magnetic. Ja, sorry. Dat is ook wel waar. En ik zeker heb ook nog niet eens alles. Nee, ik ook niet. Maar dat, ik denk ook niet dat dat kans is. Dat is echt heel erg veel. Maar ja, die glimmers, hè. Wij zijn zo van die extras hier natuurlijk, vooral ik. En dan denk ik, alles wat blinkt. En ik, oh, die blinkt mooi, dat blinkt mooi. Die wil ik ook blinken. Oh, dat blinkt. Nou, we willen alles wat blinkt wel hebben. Dus ik heb zo'n la, die heet Blingla. Als ik hem open doe, dan... Ja, dat is echt, dat is niet normaal. Moet je zeker eerst je zonnebril opzetten. Ja, zeker. Je die open kan ik heb geblindeerde schermen daarboven hangen. Dus prachtig. Ik zit even te koekeloe, wat hebben we nog meer voor leuks? Nou, Cindy zegt, ik vind deze nagel nu al hysterisch. Ja, nou, hysterisch leuk hè? Is haar middle name. Maar dit wordt echt heel mooi hoor. Het nou, ik niet, ben totaal niet hysterisch. Nee, maar... dat wou ik zeggen. Maar om het voor jullie interessant te maken, en ik denk dat jullie het beter gaan begrijpen dadelijk wat ik ga maken als jullie dadelijk de hele set bij elkaar zien. Want het is een set natuurlijk, waarvan deze nagel wel echt net een beetje langer is dan de rest. Omdat ik iets meer ruimte wou hebben. En nagels die wij maken lijken altijd heel kort op beeld, terwijl het eigenlijk vaak al niet te doen lang is. Oké, ik pak hier nu mijn Power Gel Clear. En jullie zien nu... Als je onder de, ja, als je hem zo ziet, hoe glad hij is. Hè? Er zit geen belletje in. Kijk, en dat komt wel omdat hij uit de tube komt. Dus dat vind ik wel mooi om een inlay in te pakken. Welk bestelnummer heeft de Leaf Gold? Ja, goeie vraag. Dat wat zeg je? Even, welk bestelnummer de Leaf Gold heeft? Maar dat is, waar dat is Pepijn als je hem nodig hebt? Even opzoeken, ja. Waar is Pepijn als je hem nodig hebt? Oké. Gail, zoek even op. Ik schuif hem tegen de lunula aan eigenlijk. Zodat hij er gelijk goed tegenaan zit. En daarna ga ik er eigenlijk weer een muurtje van maken. Waarschijnlijk zal mijn muurtje dan net iets te hoog zijn. Maar ik heb liever dat hij iets te hoog is dan dat hij te plat is. Want dan kan ik straks niet veilen. Zo, pak de nagel in. Maggie Michiel zegt, nu zie ik net Deborah gisteren en vroeger een meid een nagel. Ze ziet nu net mij en gisteren vroeger een meid om een nagel te maken zoals mijn blouse. Dat is nog gelukt ook. Nou, dat is altijd leuk, wat hè? Goed. Dat is altijd leuk. Kijk, en zien jullie nu dat ik eigenlijk de Power Gel van de rand afduw, waar ik ben gebleven? Als je goed kijkt, dan zie je precies dat onderste randje dat hij onder de Power Gel doorpiept. Ja, ja, hij is een beetje schuin als het ware. Ja, juist. Nou, dat is dus helemaal de bedoeling. Doe je dat niet, dan kan het zo zijn dat als je gaat aflakken, dat je ineens dwars door de nagel heen kijkt, omdat je op een transparant deel zit. En nu zit ik altijd op het zwart, snap je dat? Ik zal het je laten zien straks. Nou, je ziet het. Een heel klein randje zwart onderuit. Ja, en dat moet echt. Okay, oh, Jess heeft het al opgezocht. Het bestelnummer is 200158 Goldfoil. Top. Dank je, Jessie. Dank je, Jessie. Achteronder. Dus, ik ga het nog een keer uitleggen voor de mensen die het misschien niet begrijpen. Oké, okay. Stel je voor, je kleurt een vlak tot hier. Even kijken of ik het goed doe. Je kleurt een vlak tot hier. En je gaat ook precies op dit deel kleur neerleggen. En je veld, dan kan het zomaar zo zijn dat je niet op het zwart uitkomt, maar dat er eigenlijk als je er recht op kijkt, dat er eigenlijk buiten je schilderlijn, dat je eigenlijk onder het zwart doorkijkt. En dan krijg je een hele rare vlek in je nagel. Als je wel eens een 3D French hebt gemaakt, dan weet je precies wat ik bedoel. Maak het gekleurde vlak langer, je kleur korter en de rest bouw je wel weer, daar zet je wel weer een kleur overheen. Dus altijd net wat langer laten, anders krijg je inhammetjes. Dat is echt heel erg zonde van je design. Ja, en dat geldt voor iedere kleur ook. Ja, dus dat maakt niet uit. Zorgen dat elke kleur altijd ietsje langer is dan waar je je Power Gel laat eindigen. Want als je dan dat randje op gaat bouwen of gaat veilen, dan heb je niet dat er een leeg vlakje zit op het randje wat je net aangezet hebt. Dus dat is heel belangrijk. Precies, precies. TikTok, TikTok, TikTok. Ja, TikTok. Nou, dan TikTok ik er nog even naar. Ja, ik heb nog niet zo heel veel... Nee, hè? Nee. Maakt niet uit. Ja, heel veel bling bling. Ik hou ervan. Ja, Thea Dieters. Ik ook. Ja, ja, je zou het niet zeggen, maar het is wel waar. Je hebt geen bling dit keer op je nagels, hè, Deborah? Nee, nee, maar dat is een chronisch tijdsgebrek. Maar binnenkort weer, hoor. Binnenkort eigenlijk. Eigenlijk zouden wij het met elkaar doen, de nagels en series. Ja, dat is waar. Dan, jammer genoeg ging dat niet door. Nee, helaas. Ja, ik had afspraak staan met Jess, ik had afspraak staan met Deborah, maar... Helaas. Dus we moesten snel improviseren. En ja, snel is dan altijd niet zoveel erop. Klopt. Ik heb wel weer mijn eigen nagels gedaan. Dat is dan wel weer een voordeel. Dat dan weer wel, ja. Oké, okay, dit randje ga ik ook veilen. En je ziet wel dat hoe meer van dit soort vlakjes je wil creëren, hoe meer je moet veilen, hoe langer het duurt. Ja, daar gaat ook wat tijd in zitten. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Daarvoor maak ik maar één baan. Zo.
eerst er tegenaan, dan aan de bovenkant om te kijken of het muurtje al bijna strak is. Zo. Oh. Nou, Ingeborg gaat vanavond even terugkijken, want de hele tijd blijft de internet hangen. Dat is jammer. Oh ja, tuurlijk. Paling. Ja, inderdaad. Wel leuk dat je even hebt gekeken. Nou, dat sowieso. Zo. Nou, eroverheen. En wat je eigenlijk nu moet doen, is als je vanaf over de shoulder kijkt, dan zie je dat je nu alvast rekening kan gaan houden met hoe je nagel gaat lopen. Hè? Dat is belangrijk. Dus als ik hem zo hoog had gelaten, had ik wel gekund. Maar dat betekent dat ik aan het eind dus een hele dikke nagel heb die ik helemaal moet veilen. En eigenlijk weet ik nu, oké, dit is mijn apex waar ik nu bezig ben. Dus het hoogste punt van de nagel. Dus die mag ook wel ietsje hoger. Dus ik laat hem zo. Alleen even een beetje netjes maken. Daarna check ik nog één keer of ik blij ben met de smile line. Mensen, vergeef me als die niet helemaal strak is, maar het is haast niet te zien in dit licht in de studio. Nou, wij zien het goed, hoor, schat. Oké, ja. En als Red zegt ook, het is nu al prachtig en super duidelijke uitleg. Ze zit vol enthousiasme te kijken en te leren, dus het komt helemaal goed. Dat vind ik heel fijn. Nou, volgens mij is die strak. Ik ga het stof weer verwijderen. Yes, yes. Oh, Jaap schakelt ook net in. Hoi, Jaap. Hoi, Jaap. Nog de beste wensen. Ja, beste wensen voor jullie, uiteraard. Zo. Oké. Eens even denken. Ik ga een beetje zwart neerleggen. Ik denk dat dat wel een leuk effect geeft. Is het nu een soort... Ik bedenk nu ter plekke wat ik ga maken, is er is. Wat zeg je? Is het nu een beetje wat je doet, een beetje soort ter plekke bedenken wat je gaat maken? Oh ja, eigenlijk een beetje wel. Kijk, er zijn bepaalde regeltjes aan om een leuke soort... dat je op een leuke manier de kleuren tegen elkaar aan kan zetten. Er is een ongeveer van. Maar eigenlijk gaandeweg... heb je zoiets, dit zou ook wel leuk zijn. Oh, misschien is dat ook leuk. Hey, en als ik het nou eens zo doe. Dus ik wil deze rand eigenlijk wat strakker hebben. Want hier tegenaan ga ik nude leggen. En ik vind het wel leuk als dat donker net een beetje daar onderuit piept. En wat jij zegt, dat klopt. Want dat heb ik ook altijd. Ik heb iets in mijn hoofd. Dat wil ik dan gaan maken. En dan ben ik bezig. Denk ik, maar als ik dit doe, is het ook leuk. En als ik dat doe, is het ook leuk. En... Ja. Dat is echt zo, vooral hiermee natuurlijk. En ik vind het niet zo leuk om twee keer hetzelfde te maken. Dus ik heb een soort van dit soort nagels gemaakt op de andere, op de rest van de nagels. Dus dan kunnen jullie dadelijk ook zien. Maar die zijn ook allemaal een beetje anders. Oh, even dit geprobeerd, even dat geprobeerd. Maar dan moet je thuis ook gewoon doen natuurlijk. Hè? En ik vind het ook weer zo wat om één zo'n nagel dan thuis te gaan maken. En dan hier exact hetzelfde te doen. Dat is echt jammer. En zeker als je een set gaat maken, is dat minder leuk natuurlijk. Klopt, dit mag best een beetje speels. Ja, natuurlijk. Oké, ik pak weer nude. Ik heb nu eigenlijk dit randje heb ik gewoon goed afgebakend, zeg maar. Dat het goed daartussenin zit. Spatel. Ja. Zo, ik pak nu het nude weer. En ik ga mijn nude er tegenaan leggen. Dus eigenlijk ga ik het nagelbed afmaken. Dus ik heb net een deel van het nagelbed gemaakt. Dat is de Lunula. En nu maak ik hem af. Komt u maar. Zo. En bedenk ook een beetje wat voor verhoudingen je in wil werken. En ik vind het mooiste altijd om 2/3 nagelbed te hebben. En 1/3 of iets minder zelfs nog soms, vind ik ook mooi, dan de verlenging. Oké. Het is echt zo. Oh, Jaap zegt, hij is net terug met de training. Ze hebben net getraind met de hondjes, hè? Oh, dat zijn leuk. Twee hondjes van 9 jaar uit asiel. Dus die waren niet zo goed gesocialiseerd. En hebben ze de handen vol aan. En nu even kijken wat wij er vanmiddag weer van maken. Nou, hartstikke leuk dat jullie inschaken. En die hondjes zijn zo cute, echt. We hebben ze natuurlijk gezien, maar ze zijn zo poepig. Heerlijk. Maar dat komt helemaal goed, hoor. Met twee van zulke ouders. Nou, dat komt nou, helemaal dat wou elkaar. Ik net zeggen. Zo, ik bedoel, aandacht genoeg. Ja, nou. Ik wou dat ik zoveel aandacht kreeg. Ik zal mijn best beter doen aankomende week. Nou kijk, nu heb ik hem er tegenaan gelegd. En je ziet meteen al dat dit dus gaat fungeren als een band, als een riem. En vanaf hier ga ik dus mijn nagelbed afmaken. Dus dit is het leuke effect, het speelse effect in het nagelbed, zeg maar. Zo, en die trek ik eigenlijk naar 2/3 dan toe. Zo. Dus eigenlijk negeer ik nu die zwarte band en ik maak gewoon mijn nagelbed af. Zo ongeveer. Trek hem wel iets langer, dan heb ik nog wat ruimte om te veilen. Zo. Oké. Ik kan het ook een beetje strak maken. En dit mag onder de lamp. Nou, Rosalie dus zo maak je een soort van riempje eigenlijk. Ja, je kunt dat doen op...
hoe je het ook leuk vindt. Ik ga er nog meer tegenaan zetten. Dus nu ga ik echt wel heel ver buiten mijn boekje. Maar het wordt heel erg leuk. Want ik heb voor jullie nog een klein ideetje. En op die manier ga ik de nagel afmaken. Nou, Rosalie van de Veen Grootjans die vraagt hoe dik moet je nagelbed ongeveer zijn voor deze nagel? Nou ja, daar hoef je niet te lang over na te denken. Gewoon zo dik als dat het een nagel normaal gewoon ook hoort te zijn. Ja. Wat inhoudt dat hoe langer die nagel is, hoe hoger je eigenlijk mag gaan werken. Hè? En dan kloppende verhoudingen. Als de nagel korter is, kun je nooit zo hoog werken, want dan is die verhouding niet goed meer. Vandaar dat ik het erg leuk zou vinden als jullie dit op een lange nagel zouden maken. Omdat je dan gewoon wat meer speelruimte hebt. Dus eigenlijk gaan die twee dingen hand in hand. Het is wel eigenlijk een hele technische vraag eigenlijk. Er verandert niks aan de molling van de nagel. Die maak je, of die hoort te zijn zoals die op een hand ook hoort te zijn. Maar wel een hele goede vraag, want je hebt er wel over nagedacht. Ja, Priscilla Zuidema zegt, het lijkt wel een French, in een French, in een French, in een French. Ja. French. Ja, ja. Dat klopt, dat is het ook eigenlijk gewoon theoretisch. Dus het is heel veel French file ook, en weer een French file. En, ach, maar het wordt nog veel mooier, hè, want ze is natuurlijk nog niet klaar. Dus, maar ze is heel even druk, dus we gaan eventjes kijken wat we nog meer voor leuke dingen hebben. Ja, het zijn vooral, het wordt heel mooi. En het eerste idee, zegt Stephanie Ouwburg, het eerste idee, wat zit er nou voor rare zwarte baan op die nagel? Maar dat komt, ze viel pas net in, ja, ze was gewoon weg. Gegaan wezen sporten. Dus dat wordt terugkijken, Stephanie. Hè? Ja, dan weet je precies waarom die rare zwarte baan erop zit, die uiteindelijk heel erg mooi wordt. En je hebt de allereerste mooie nagel gemist. Maar laten we gauw weer terug naar Cerise gaan. Ja, inderdaad. De rare streep in die nagel. Ja, let maar op als die dadelijk geveld is en top jou overheen zit. Oh, dan is die echt heel erg mooi. Oké, ik denk wel dat je eruit mag. Want waar waren we precies? Oh ja, oké. Okay. Denk je dat ik er... Ja, nou weet je, ik ga het gewoon proberen. Als Power Gel niet goed genoeg is uitgehard, dan merk je dat vanzelf. Het lijkt altijd zo lang te duren. Nou, ik haal de plaklaag weer van de nagel af. En kijk uit dat als je plaklaag weghaalt, dat je niet over de hele, over de hele vinger heen kiepelt. Zo. En dit gedeelte ga ik precies zo veilen als hoe ik dat zou doen met een gewoon... normaal reverse nagelbed. Dus net zoals de net eigenlijk, komt het precies weer terug. Maar Simone Berkel van Duifbode zegt, dames, wat zit ik toch weer te genieten van jullie. En wat worden we hier allemaal zoveel beter van in ons vak. Nou, dat is hartstikke lief. En daar doen we het ook voor. Hè? We doen eigenlijk gewoon voordat iedereen gewoon zichzelf ook naar een hoger niveau kan tillen. Met nieuwe technieken die we laten zien. En nieuwe producten die we kunnen laten zien. En eigenlijk bepaalde stijlen die we uitvoeren. En daar kun je dan weer je eigen stijl uit opmaken. Dus hè, maak iets voor jezelf, zodat wij maken. Ja, jullie kan helpen om je alleen maar beter te maken en te stimuleren. Nou, Cerise, dat feil is ook altijd wel. Ja hoor, een mooie baan. Ja, het is echt zo leuk om dit allemaal te mogen maken voor jullie. En als jullie ook zien, ik denk dat jullie voor de helft nog niet begrijpen of weten hoeveel energie en tijd en ook echt liefde er wordt gestoken om het voor jullie elke keer weer heel erg leuk te maken. Echt, maak dat nou mee van heel dichtbij. Dat is echt bijzonder. Ik denk en nog meer bijzonder dat je er dan deel van uit mag maken, hè, Deborah? Ja, absoluut, absoluut. En het bedenken is ook al gewoon leuk op zich. En dan hebben we overlegd over en dan is het dit, ja, en dat, ja. Maar dit is gewoon heel leuk. Ja. En het geeft ook een soort spanning met zich mee. Eet je net meer, schat? Sorry, dat wij kunnen laten zien aan jullie wat we dan weer bedacht hebben, als het ware. Ja, dat is zeker altijd waar. Gewoon superleuk. Sorry, ik moest er even links omheen. Ja, en dan zeggen we tegen Gil, go ahead, ga ermee aan de slag en voer het uit. Oh, ja, die Gil heeft wel wat te stellen met ons allemaal. Ja, maar hij vindt het ook heel erg naar. Zeker. Mm-hmm. Oké. Lieve jongen. Nou, dit is klaar en nu ga ik door met het volgende. Nou, het volgende is weer iets geks wat ik erin ga zetten. En dan denken jullie echt, Cerise, wat doe je allemaal? Maar ik ga een leuke volgende print maken. Wat ik pak is whitest white gel polish op een paletje. Nou, dat hoeft niet speciaal in beeld. Oké. En die kleur ik in tegen de stoeprand. Waarom doe ik dit? Omdat ik wil dat mijn stoeprand echt super scherp is. Ja, je gaat niet echt over het nagelbed heen. Nee. Nee, dat mag wel hoor, maar het is niet nodig. Ik wil gewoon een mooi scherpe rand hebben. Als je dit met Line & Gel White zou doen, zou het nog beter zijn eigenlijk, want dan blijft hij beter plakken. Sweeties zakken toch, of gel polish zakt toch iets meer weg, maar dat geeft niet. Hij wordt sowieso scherp. Dit zet ik even een paar seconden onder de lamp. Even een paar seconden en dan ga ik eigenlijk gelijk door met het volgende. Ik wil nu een wit hebben wat niet zo heel wit is. Ja, waarom niet? Weet ik niet. Ik wil gewoon niet zo heftig. Niet zo hard. Nee, dus ik heb de Blushes Dreamy. Die is ook wat dikker, dus die vult ook wat meer op.
Met die blush zet ik eigenlijk, of vul ik eigenlijk de verlenging. En je ziet dat het eigenlijk gewoon net als gel werkt, hè? Het levelt fijn. Ja, dat is een heel fijn spul. Ja, absoluut. En zeker als ondergrond voor een design zoals dit. Want hij vult ook lekker op. Als je wit gebruikt gewoon, dan zie je toch echt wel vaak dat het ingekleurd is. Ja. Nou, Thea Dietes zegt, en wij zijn heel erg blij dat jullie dit voor ons willen doen. Nou, Thea Dietes, geen probleem. Nee, wij doen het met liefde. Maar echt allemaal, het hele team, die steekt er al die aandacht in, juist omdat we dat leuk vinden. Niet omdat we dat moeten of zo. Nee, wij willen dat. Wij vinden dat top. En we bedenken dit ook met z'n allen om het te gaan doen. Hoe we het gaan doen, welke opbouw komt erin en naar en alles. En zo bouwen we eigenlijk de show op met z'n allen. Dus het is echt een teamwork. Dus ja, iedereen, hè? Dus ook achter de schermen. De camera, iedereen, de regie, de artkant. Iedereen die werkt aan mee aan het complete concept waar we hiermee bezig zijn. En dat doen we met liefde voor jullie allemaal. Dus ja, klopt helemaal. Terug naar Cerise. Ja, ik ga weer stukjes Leaf Gold neerleggen. Dank je wel. Zo. Leuk dat contrast zo met zwart-wit. Het is leuk, hè? Ja. Ik wist dat jij het leuk zou vinden. Ik heb een paar keer naar gekeken dat ik dacht, moet ik dit wel doen? En toen dacht ik, ja, denk het wel. Oké. En ik denk dat als je dadelijk het totaalplaatje ziet, dat je het gaat vinden. Ja. Soms ben je iets aan het opbouwen dat mensen denken, wat moet dat gaan voorstellen? Heb je het eigenlijk wel gezien, Deborah? Wat heb ik gezien? Oh, hoe het gaat worden? Ja, ik hoor je. Ja, het gaat, tuurlijk. Maar ik hou mijn mond, hè. Oké, nou, ik heb hier dus wat stukjes Leaf Gold weer ingevuld. En die gaan we nog even fixeren onder de lamp. Dus dat betekent dat hij op deze manier nog even net wat beter vastpakt in de plaklaag van de blush. Dat zou je eventueel ook gewoon met je flash cure kunnen doen natuurlijk. Ja, zeker, natuurlijk. Nou, en wat ik nu ga doen is een beetje topgel aanbrengen. En ik ga jullie straks laten zien waarom dat heel erg belangrijk is. Dus hij mag eruit. Dit is primer. Oh nee, dit is topgel. Nou, Marje Miltenburg zegt, ik noem jullie altijd mijn nagelfamilie en zeker na het weekend in november. Nou, dat is denk ik wederzijds met heel veel mensen die we daar hebben leren kennen. Echt, hè? Jeetje, wat was dat top. Dat is echt heel erg leuk. Wie weet komt het nog wel een keer. Ja, maar dat. Zo, ik heb topgel eroverheen gelegd en dat was echt belangrijk. Ja, je mag onder de lamp. Ik ga jullie nu laten zien waarom. Maar model denkt ook echt van, hé, dat heb je verleden keer niet gedaan met mij. Waarom doet ze dat dan? Dat heeft wel echt een reden. Oké, ik heb wat liner gel, maar ik heb op mijn palet, en dat vind ik altijd wel heel erg fijn, heb ik ook nog steeds het mengsel liggen van de zwarte sweeties met de topgel. Ja, dankjewel. Nu, ik zag niet zo goed waar ik naartoe moest. Ja. Oh, dat spiegelbeeld. Ja, ik heb het mengsel liggen van de sweeties en de topgel. Ik heb de sweeties daar liggen. En ik heb de liner gel black heb ik hier bij me liggen. En ik ga gewoon even kijken wat ik zelf mooier vind. Ja, ik ga eerst wat de gezondheid. Corona. Oké. Nou, ik ga van die stukjes Leaf Gold. Oh, Jessie gaat er vandoor. Dag lieverd, ik bel je zo. Ja, ze kijkt het wel terug hoor, maar het wordt nu al zo mooi, zegt ze. Nou, dag lieve Jess, tot gauw. Dag lieverd. En ik ga pantervlekjes creëren. Dus van die stukjes Leaf Gold maak ik panter. En die topgel die heeft als reden dat ik straks het zwart nog even kan wipen na uitharding. Want anders krijg je zwarte vlekjes over je wit. En dat wil je niet, want dat is mij wel gebeurd namelijk. Ja, het vervaagt een beetje eroverheen. Ja. Zo. Dus dan kun je eigenlijk een beetje pantervlekjes creëren. Maar natuurlijk kun je hier ook een andere leuke nail art in maken, hè? Waar jij goed in bent of wat je een keertje misschien van Deborah of Jess hebt geleerd. Dat kan ook. Of van Aletta. Zo. En die stukjes wit pak ik ook nog een beetje mee. Nou, het is natuurlijk, je moet wel een beetje uitkijken hoe je werkt. En niet dat je het straks kapot gaat veilen. Nee, dus en ook niet te veel zwart, denk ik. Nee, en als het gebeurt is het nog niet erg. Want je kunt heel veel herstellen aan het einde als je klaar bent. Mocht het eventueel toch gebeuren.
Zo. Maar ja, je krijgt toch zoveel inspiratie dan kijkt, hè? Ja, leuk is dat, hè? Ja. Ga je ook wat maken, Deborah? Ja, ja, zeker. Zeker. Want dan doe ik niets. Mag in de lamp. Mensen die mij kennen, die denken echt bij zichzelf... hé, dat is geen nagel voor Cerise. Maar ja, het is wel echt in de lamp. Oké, dit eventjes uitharden. Nou, zoals ik net al zei, na het uitharden eventjes... eventueel wat plak eraf halen. Ik heb natuurlijk en wat liner gel gebruikt en wat sweeties. Gebruik je nou alleen sweeties, dan hoef je natuurlijk helemaal geen plak eraf te halen. Hè? Want, dan, want sweeties, die hebben geen plak. Dat is een collar gel zonder plaklaag. Maar ja, liner gel heeft dat natuurlijk wel. Gel polish, black is black, heeft dat ook. Ga je nou straks, want ik ga dit natuurlijk cappen... ga ik dit nou cappen met clear over die plak van die gel polish... dan trek ik dat mee in mijn kleren en dan wordt die een beetje smoeselig van. Dus daarvoor heb ik de folie... alvast afgelakt, want als ik de plaklaag eraf wil halen... en ik heb de folie niet afgelakt, dan trek ik de folie eraf. Dus daarvoor is dat even belangrijk. Mag uit de lamp. Als, Maggie Michiel zegt, oh Cerise, wat een super idee. Ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat. Oh, ik ook. Ja, wij ook. Ja, nou, ja jij, zei, oh, jij ook, want jij maakt nu weet wat je nog niet eerder gemaakt hebt. Ja, precies. Ik had het wel in mijn hoofd hoor. En je ziet bij deze nagel is het wel, zie je dat er wel, dat er eigenlijk aan, dat er zowel in het nagelbed als in de verlenging dus allebei nadruk op ligt. Maar weet je, er is ook nadruk op het nagelbed. Dus als je sowieso in de verlenging wat wil maken ook nog, dat kan hè. Maar zorg dan dat het nagelbed minimaal zo interessant is. Nou, ik pak weer de Power Gel Clear en dan pak ik ook weer die uit de tube, omdat die zo lekker helder is. En die leg ik dan zo langs het nagelbed neer. Daar. Beetje omhoog. Omdat je power gel van boven naar beneden beweegt, leg ik hem zo hoog mogelijk neer. Dan hoef ik hem niet naar boven te duwen, want dan kan ik hem gewoon mee naar beneden trekken. Zo. Inpakken. Goed in de hoekjes. Aan de andere kant. Deze kant ben ik een beetje blind aan het doen. Volgens mij gaat het goed. Nou, met dat penseel gaat het altijd heel fijn. Ja, het is een fijn penseel inderdaad. Zo, lekker inpakken. Leuk, hè? Naar beneden. Dat is een sneeuwluipaard zo. Ja, echt, hè? Zo'n albino. Zo. Zit ik zo wel goed, madame? Ik word echt naar beneden geduwd door mijn model. Ik denk, oh, hij gaat steeds lager. Ik kijk hem even vanaf de zijkant. Ja. Nou, een beetje veel product aan het puntje, maar dat geeft niet. Het veilig wel gewoon. Ja, mag in de lamp. Goed inpakken en ja, hierna is het eigenlijk alleen nog veilen. Nou, mocht je inderdaad door je print heen gaan, eigenlijk hoop ik nu stiekem een beetje dat ik ergens doorheen ga. Dat zal je altijd zien, gebeurt het niet. Ik hoop dat ik ergens doorheen ga, want je kunt, omdat je natuurlijk met producten hebt gewerkt, zoals gel polish, liner gel, folie, je kunt eigenlijk alles weer repareren zodra die nagel klaar is. Dus het is een klein stukje folie, wel een klein stukje zwart. Tip het even aan, vlak voordat je je topgel eroverheen gaat leggen en klaar. Want weet je, het is best wel lastig om printjes te maken in een nagel en als je... als het dan kapot valt, ja, dan ben je de pineut. Dus je kunt altijd herstellen. Het paletje waar je vanaf werkt, bewaar je dat altijd tot helemaal aan het einde. Is er iets niet goed gegaan, heb je altijd dezelfde kleuren en dezelfde spullen om nog eventjes te pakken. En als je klant dan weggaat, dan kun je het weggooien. Nou, Linda Klomp, die is helemaal gek op zwart en goud. En die is ook heel erg jaloers model die deze mooie nagels mag dragen. Oh. Ja, dat kan wel vaker kloppen. Dat hebben wij ook, hoor, als wij hier staan. Ja, die inderdaad. Die modellen worden de mooiste dingetjes gemaakt. Ja, en wij denken, weet je wel. Dus ja, dat is super tof. Maar Cerise is even bezig. Dus laten wij nog eventjes de regels en het huiswerk erdoor gaan nemen. Dus de regels zijn, creëer een set van 5 nagels met minimaal 3 nagels inverted French. De opdracht is dus het design. Lever bij voorkeur deze in op stiletto tips voor je creatieve vrijheid. Dus je hebt wat meer ruimte dan. Technische incorrecte resultaten worden echt wel helaas afgekeurd, want ja, dan kunnen we daar niet goed op beoordelen. Dan hebben we daar natuurlijk een aantal regels voor. En de regels zijn... yes. Je hebt 2 weken, dus tot 21 januari, de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Inverted French staat. Inzendingen die natuurlijk niet ingestuurd zijn via deze link ontvangen ook geen certificaat, want het gaat in 1 systeem. Als er nog verbeterpunten zijn, neemt de trainer contact met je op en krijg je nog een herkansing.
Dus vergeet dus voor de duidelijkheid niet je step-by-step foto's mee te sturen. Geen filmpjes, alleen hele duidelijke foto's. Dat is voor de beste beoordeling en voor het mooiste eindresultaat. En je denkt natuurlijk mee naar die geweldige prijs. En die geweldige prijs is, jawel, dat zijn drie hele mooie power gels. En dat is de Frosted Pink, de Nude en de Clear. Ja, kan je zonder? Nee, je kan zeker niet meer zonder. Als je het eenmaal mee gewerkt hebt, wil je ook nooit meer zonder. Dus ja, geweldig. En dan gaan we eventjes naar de planning. Want aankomende maandag is onze eigen Cheryl daar. En je weet het, met Cheryl is altijd heel erg interessant. Want zij gaat je deze keer uitleggen of wat je eigenlijk het best kan doen om goede doelen te stellen voor aankomend jaar, 2022. Ja, en wie kan het beter goed vertellen en uitleggen dan onze eigen Cheryl? Dus aankomende maandag om 8:00 hier bij Neeltop Live. Dus niet in de middag, maar 's avonds om 8:00. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer deze maand. En dat is de week erop, maandag 17 januari. Dan is onze eigen Aletta Visser aan de beurt met haar Easy Stampin' Designs. Nou, dat zijn super geweldige snelle designs die je echt binnen een poep en een scheet bij je klant op kan brengen wanneer je weer mag werken. Dan gaan we door. Maandag 24 januari, dan is onze Sylvana Huibertje aan de beurt met blusjes met babyboom en glitters. En deze babyboom, die is nieuw. Die kennen jullie nog niet, maar die gaan jullie wel leren. Dus kijken, hè. En om de maand af te sluiten, onze Jessica, die komt de 31ste op met haar eigen Valentine cartoons. Nou, ja, we zitten natuurlijk bijna in februari tegen die tijd. En dan is het weer tijd voor extra liefde. Moet je al tijd hebben hoor, maar dan nog iets meer. Dus haar Valentine cartoons 31 januari om de maand af te sluiten. En vanaf daar gaan we weer verder kijken wat we nog meer gaan doen. En ik denk dat we nu eigenlijk misschien naar een hele leuke, mooie commercial zullen gaan kijken van de gel polishes. Ja, blijft toch mooi, hè? En met zoveel kleuren. Nou, dat past niet allemaal in deze commercial, hoor. Dus ik ging even door wat comments heen. Want Gerry Weemkamp vroeg, jullie gaan dus niet iedere vrijdag live. Nee, dat klopt. We gaan live op elke vrijdagmiddag, zolang de lockdown duurt. En ja, het gebied om te zeggen dat we hopen dat dat niet te lang is. Natuurlijk proberen we dan wel jullie het gewoon naar de zin te maken door een leuke workshop erin te knallen. Maar voor iedereen en is het gewoon beter om de salon weer lekker op te starten. Ja, want dit willen wij allemaal natuurlijk niet. Maar tot die tijd gaan we jullie zeker entertainen. Dus ik ga nog heel even koekeloeren wat we nog meer hebben. Ja, en niet vergeten, zet in de agenda 9 maart, dan begint Neeltop Live weer. Ja, belangrijk. 9 maart, agenda. Uitroepteken, zet het in je telefoon, belletjes erbij. Komt goed. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuks? Maggie Michiel zegt, dat is de Power Joe Clear. En ik heb ze allemaal, wil ik ze bestellen. Maar de man vindt het niet zo'n goed idee. Maar je moet gewoon bestellen wanneer die er niet is. Zo gaat dat. Dan krijg je het binnen en dan kan je het niet meer terugsturen. Zo gaat dat. Ja, dus eens even zien. Nou ja. Ze vinden het allemaal zo mooi, Alseries. Het is toch wat. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, ik ben ondertussen nog even aan het veilen. Ja. En maakt niet uit hoor. Dat wil ik ook nog natuurlijk wel laten zien. Ja. Wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, is al die vlakken scherp veilen. Dus waar het net waar je dacht van, wat gebeurt daar, is nu alles mooi strak aan het worden. Ja, maar het geheel is er, hè? Gelijk. Ja, inderdaad. Aansluiting, bam. Ja. Ja, dat is echt aansluiting maken. En je ziet ook vanaf over de shoulder dat het er een beetje gek uitziet misschien. Zie je het? Je ziet dat hoekje. Hier, ja. Dat er een hele rare lijn moderne, in zit. Moderne apex. Kijk, weet je wat het is? Het is heel lastig, omdat deze nagel heb ik nu in 1, 2, 3, 4 vlakken opgebouwd. Dus het is heel moeilijk om daar met je penseel al het juiste te doen, zeg maar. Dus er is altijd net een beetje meer velwerk aan zo'n nagel dan dat je zou hebben als je hem bijvoorbeeld in 2 keer opbouwt of in 3 keer. Zeg maar. Het is wel, onthouden dat het veilen altijd net toch wel even iets langer duurt.
Nou ja, Pramila, zo Pramila, tuurlijk, sorry Priscilla. Priscilla Zuidema zegt, die zegt, het is al bijna het moment van de oeh. Ja, klopt. Ah, dat klopt. En als je de rest ook ziet wat er allemaal op zit, dan ga je, oh yes. Nou, op allemaal, want het is echt wel heel mooi. Echt prachtig. Ja, het is gewoon allemaal, ja, nou ja, te mooi. Ik denk dat we gewoon heel even moeten kijken naar jouw mooie vuiltechniek of... Ja hoor. Of je bent er al. Nou ja, zo snel kan het gaan. Een beetje plek maken. Want het is toch wel belangrijk om dat ook eventjes te zien. Ja, zeker. Kijk, dat het niet het huiswerk is, dat betekent niet dat het niet interessant is om te zien. Waar ik eigenlijk een beetje naar kijk, is als ik aan de onderkant kijk naar zo'n nagel. Oh, alles is een beetje scheef hier zo. Naar zo'n nagel is dat, oké, hier zie ik dus precies hoe ver ik nog naar binnen kan. Het is wit, dus je ziet het niet... Heel erg goed misschien. Je ziet het. Toch wel, hè? Ja hoor, je ziet het. Oké, nou dan zie je dat toch wel hier het clear. En omdat ik hem heel snel heb gezet, had misschien nog iets dunner gekund. Dan had ik hem nog wat smaller kunnen maken. Maar aan de andere kant, als ik hem eventjes bekijk zoals hij er nu uitziet, wordt hij al steeds wat smaller. En ik kan nog een stukje smaller veilen. Als je nou denkt, hij is hier net iets te vol, net iets te, ja, bol, te kolossaal. Dan kan je zo doen natuurlijk, aan de zijkanten. Maar je kunt ook dit doen. Alles wat je doet, of je het nou zo velt of zo, het is eigenlijk net de andere kant op, maar het is hetzelfde stukje wat je velt. Dus als je zo niet meer wil veilen, omdat die anders te dun wordt, kun je hem altijd nog vanaf de zijkant hier pakken en in een boogje eromheen draaien. En dan krijg je een hele mooie vorm nagel. En ook op deze manier wordt je nagel steeds smaller. En Etty Sherwood vraagt, mag deze ook als huiswerk? Ja, natuurlijk, het mag wel. Ik ben gewoon wel heel nieuwsgierig wat jullie eigen creaties zijn. Interpretatie daarvoor is. Ja, maar als je zegt, nou ik wil hem gewoon namaken, want ik vind hem tof, dan mag je hem ook gewoon namaken natuurlijk. Ed, ik zou gewoon een baan overdwars erop zetten. Dus verticaal in plaats van horizontaal. Ja, het maakt niet uit hoor. Als je deze gewoon wil maken, gewoon maken. Maak je wat extra. Oh, arme Etty. En okay. Anja van Es zegt, deze wordt volgens mij nog mooier dan de eerste. Ja, dit is zo leuk. Oké, nu heb ik die rare bobbel aan de bovenkant. Die ga ik eventjes met elektrische vel onder handen nemen. En dan, wil je misschien van de zijkant even laten zien hoe je hem erop zet? Ja, zeker. Want dat is denk ik wel een mooi beeld. Ja, dat denk ik ook wel. Oké, ik ga mijn model een beetje draaien. Nu zie je zeg maar dat gekke puntje hier zitten. Ja. Ik moet er zelf wel goed voor zitten natuurlijk. Logisch. Ik begin aan de rechterkant en ik sleep hem eigenlijk zo dan naar de andere kant. Hè. Dus als ik hier rechts vel, veilig met de linkerkant van mijn bitje. En als ik aan de andere kant vel, veilig met de rechterkant van mijn bitje. Mijn toeren staan op forwards. Zo, en ik zet hem echt vrijwel rechtop. Ja, het is puur het puntje wat je nu gebruikt. Ja. En het is nu ook wel nodig omdat die hobbel hier zo hoog is. Ja. Dat ik er anders ook niet bij kan. Maar het staat wel altijd loodrecht op de nagel. Natuurlijk niet echt. Zo. Het eerste stukje. En ik ga hem altijd nog een keer langs om te kijken of hij lekker loopt. Dus als ik hem zo een keer langs haal met niet te veel druk, dan denk ik, oké, hij loopt lekker. Dan is hij mooi glad. Vervolgens trek ik hem een beetje naar voren. Maar als het goed is, zien jullie de stand van het bitje ook een beetje veranderen. Ja. Maar wel met beleid. Met je beleid. Je niet in één keer door. Hè? Je pakt stapje voor stapje. En klopt. Dat is zo belangrijk. Zelf wel even checken af en toe, ja. Oké, nu zie je dat het eerste gedeelte al wat vlakker is, hè? Ja. Oké, nu zet ik mijn bitje nog plat, hè? En ik kriebel eigenlijk over het oppervlakte. Alsof ik mijn lichaam insmeer met bodylotion. Dat. En des te meer ik naar beneden ga, des te platter komt mijn bitje te staan. Zien jullie het verschil? Ja, maar je geeft ook nagenoeg geen druk. Dat zie je ook. Nee. Ik raak ook soms niet. Nee. Soms wel, soms niet. Het zijn hele zachte kusjes die ik krijg. Nou, en nu zie je ook dat die bolling heel erg veranderd is. Veel mooier. Zie je dat? Oké, ik ga er nu wat sneller langs. Want ik ga kijken of ik hier nog wat bolling heb bijvoorbeeld. En dan haal ik hier eventuele bolling ook nog uit. En aan de andere kant is vaak wat moeilijker. Maar zo kun je eventueel bollingen ook nog uit je nagel halen. Ja, en alle oneffenheden. Ja, als je nog dingen voelt. Ik voel meestal met mijn duim en dan ga ik kijken, oké. Dit stukje, dat stukje.
Nou, Rosalie is een enorme fan hoor. Ze vindt het prachtig. Wie? Rosalie. Ah, oh, dankjewel. Van de Veen Grootjans. Dankjewel. En Priscilla Zuiderman zegt dus, je moet aaien met je bitje over de nagel. Nou, dat klopt inderdaad, Priscilla. Het is eigenlijk nagenoeg geen druk die eraan geeft. Dus het is helemaal smooth overheen gaan. Wanneer je te veel druk geeft, ga je eigenlijk door je design heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het is echt alleen maar het oppervlakte gladder maken. En waar Cerise dat bubbeltje had, daar heeft ze hem even zo'n tikje eroverheen gegeven, dat net dat hoekje eruit is. Waardoor die aansluiting nu perfect is met de nagel. Ja, kriebelen noem ik het altijd. Wat zei je? Ja, kriebelen. Ja, ja, precies. Dus je kriebelt even kriebelen over de nagel heen. Ja. Dus eigenlijk, je geeft hem kleine kusjes zo eroverheen. Ja, ja. En smooth. En je maakt hem ook heel glad en zacht daardoor. Dus, ja, en je, weet je wat het ook is? Je moet gewoon oefenen. Je moet het gewoon blijven doen. Juist. En dat je op een gegeven moment denkt, oké, nu durf ik niet verder, want dan ben ik bang dat ik mijn vorm verpest. Oké, dan stop je. En dan doe je de rest met de hand. Maar de volgende keer, als je het weer gaat doen, ga je proberen om een stukje verder te gaan. En dan, zo ga je steeds een beetje meer met je elektrische vel doen. En ik zeg altijd tegen mijn cursisten, doe maar net alsof je geen handvel hebt. En ga dan eens kijken wat je voor elkaar kan krijgen. Nou, dan zie je dat mensen veel meer durven. Want stel je voor als je geen handvel had gehad. Ja. Nou ja, dat is ook wat Niels bij Linux vraagt. Op hoeveel toeren moet je? Ben je het niet gewend? Doe rustige toerentallen. Dus tussen de 10.000 en de 20.000 ongeveer. Ja. Denk je, nou, ik ben nu wat meer getraind erin en ik durf met de frees om te gaan. Ga dan naar die 30.000, want dan wordt het nog wat gladder. Dus wanneer die wat langzamer draait, je altijd iets meer zou kunnen gaan hakken. Maar als je het eng vindt om op volle toeren te draaien, want dat beetje gaat natuurlijk snel, dan moet je even zachtjes starten. En misschien niet gelijk op die nagel, maar pak even een tip en voel even aan hoe het beetje werkt en hoe de frees daarmee zijn gang gaat. En dan kun je zeggen, nou, dit kan ik aan, dit durf ik. En dan zet je hem op 30.000 toeren en dat geeft het allermooiste eindresultaat. Weet je waar ik ineens aan zit te denken, Deborah? Mm-hmm. Als je dat, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is terwijl je aan het praten bent, denk ik daaraan. Mm-hmm. Want dit is eigenlijk een beetje dezelfde keus als, gebruik ik een metalen kern of gebruik ik een plastic kern? Als je een plastic kern gebruikt, kun je wat meer druk geven op de nagel. En als je een metalen kern gebruikt, dan moet je wat minder druk geven dan dat je dat zou doen met een plastic kern. Zo moet je hetzelfde zien met elektrisch veilen. Als je hem helemaal op 30.000 toeren zet, wordt heel mooi. Maar dan moet je echt zweven. Een beetje zoals wat ik net deed. Maar als je nou zoiets hebt van, nou, ik wil eigenlijk wat meer druk. Ik wil wat meer die nagel voelen in dat proces. Dan kun je hem ook lager zetten. En dan kun je net wat meer druk geven. Dat merk ik altijd als ik mijn cursisten voordoe. Dat ik denk, oh, dus eigenlijk ook wel lekker veilen. Want nu kan ik echt helemaal flink overheen. Zonder dat de vorm verpest. Ik denk dat het ook uiteindelijk smaak is. Denk jij niet, Deborah? Jawel. Toch? Ja, want smaak, hè? Ik ben zelf ook niet zo van de metalen kern. Ik ben van de plastic core. Omdat die wat flexibeler is. En of ik nou op het dun stukje moet, of dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind die toch fijner op de een of andere manier. En als ik hele smalle dingen moet doen, pak ik de Sapphire vel. Omdat die ook flexibel is, maar wel zo dun dat ik dat weer ook daarmee kan doen. Dus, maar dat is een keuze. Dat is, ja, smaakverschillen. En daarom hebben we ook zoveel producten, dat je alle kanten op kunt gaan ermee. Dus er werd net gevraagd welk bitje wordt er gebruikt. Dat is het Expert bitje. En die heeft een hele mooie, en die hebben ook in diverse groftes. Dus ik zou lekker, de mooiste veilig vind ik zelf, dat is de blauwe. Dat vind ik echt een allrounder, zeg ik altijd. Ja, vind ik ook inderdaad, ja. En er zegt iemand, wanneer je met je duim over het oppervlak gaat van de nagel, wordt die vet. Ja, maar je moet ook handschoenen dragen, sowieso. Want je raakt natuurlijk je product aan. Nooit met je blote handen de producten aanraken. Dus niet met je duimen eraf vegen. Ja, het wordt vet, maar het beet is ook heel slecht voor jezelf. Want je kunt natuurlijk allergieën opwekken daarmee. Dus altijd draag handschoenen. Heel belangrijk. Dus ja, ik ben zo benieuwd naar Cerise. Waar ben jij inmiddels? Ben je nog even bezig, schat? Dan ga ik nog even door. Ik moet nog een klein stukje zien. Ja, een heel klein stukje langs de nagel hier nog. Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel een leuke. Samantha Phoenix Herman zegt, probeer een kiwi. Alleen de haartjes daarvan heel voorzichtig eraf te halen. Dan heb je een mooi dat je het gevoel krijgt met je bitje. Nou, dat is een hele goede tip. Even een kiwi halen met je bitjes er zachtjes overheen. Wanneer niet door de schil heen gaat, is het net genoeg druk. Dus top comment, dankjewel. Eens even kijken. Je hebt altijd handschoen aan, zegt Ellen. Nee. Ellen Berk of Duivel zegt, ik heb altijd handschoen aan. Maar je klant, maar je zit wel aan de hand van de klant. Ja, maar met een handschoen word je daar niet vet van. En je klanten moeten er ook afblijven. Want die hebben wel eens de neiging om dit te doen, hè? Als je net klaar bent met veilen. Mm-mm. Dat gaan we niet meer doen. Niet af. Gewoon, heb je geveild? En dan zeg je, af. Zo, opzij. En dan pas kun je lopen. Want anders doen zij, dan heb je die neiging om het af te vegen. Hè? Je hebt altijd het gevoel, er zit iets aan handen, dat moet je af. Nou, klanten moet je opvoeden, mogen ze niet meer aanzitten.
Dus, maar als jij zelf met je hand schoon, liever met een borsteltje natuurlijk. Hè, maar ik weet ook uit de praktijk dat het wel eens automatisch met je duim gaat. Maar met een hand schoon gebeurt er niks mee. Tenminste, die vet is van olie of zo, maar dan moet je ze weggooien. Even kijken, Iris Molenbroek zegt, ik kijk nu pas, ik denk dat ik veel gemist heb. Dat klopt, Iris. En dat wordt dus zeker terugkijken, want er zijn toch mooie dingen gebeurd. Ja, ja. Ja, en hij is klaar. Ja, oh, kijk eens even. Sorry, ik kon niet wachten. Dat was snel in beeld. Ja, ja, moment suprême, hè? Ja, ik vind hem echt hartstikke leuk geworden. Zie je die extra glittertjes zijn, die rand? Ja, heel mooi. Ik voel opties aankomen. Ik zie ze aankomen. Zo. Compleet anders als die andere. Ja, heel wat anders inderdaad. Ja, en gewoon om jullie ook een beetje te kunnen laten zien van nou, wat kun je nou allemaal doen? Want alleen zo'n marble zou wel een beetje saai zijn, hè? Ja, ligt eraan wie het vraagt, denk ik. Ja, ja. Als ik het jou vraag, Deborah. Ja, dat is saai. Ja, precies. Mm-hmm. En er zijn meer mensen zoals jou volgens mij dan ja. Zoals mij. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Nou, de comments, Ries. Wauw, wauw. Ja, wow. Vindt iedereen het leuk? Wat is die gaaf. Oh, tof, wow. Hè? Heel mooi gedaan. Wat een supernagel. Heel vet. Ja, dat klopt. Hij gaat eventjes in de lamp, want zoals ik net al zei, anders gaat die topje natuurlijk lopen. Ja, natuurlijk. Dus hij gaat even onder de lamp en dan ga ik hem goed schoonmaken. En dan ga ik jullie dadelijk het eindresultaat laten zien. Ja, maar we moeten nog een screenshotje maken van alles. En hè? We gaan nog screenshotten natuurlijk. Ja, zeker weten. Dat moeten we niet vergeten. En dan nou, doen we hem even alleen screenshotten en dadelijk het hele setje. En dan de duim van mensen misschien nog eventjes om die te zien. En ik ben zo benieuwd wat jullie allemaal gaan maken. Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd om dat in Nail Talk Live terug te gaan zien. Echt, ja, ja, echt heel erg leuk. Kan echt niet nou, super mooi, Cerise. Geweldig. Yes, mijn gevoel zat goed. Hilarisch. Ja, als je het van hilarisch houdt, is het hilarisch. Oh. Ik denk dat het nog erger kan, hoor. Dus, ja, echt, hè. Maar kun je het ook met een korte nagel doen? Ja, zeker kan dat. Leg je focus iets meer op het nagelbed. Leg dan niet op de verlenging, maar echt iets meer op het nagelbed. Ja, ook wel tof, inderdaad. Ja, want stel je voor, je hebt iets heel bizarres, zo'n heel nagelbed, heel mooi. En je hebt gewoon een heel klein dun randje French. Dat is eigenlijk best wel cool, denk ik zo. Ja, zeker weten. Ja. Ja, nou ja, ik vind hem voornamelijk erg gaaf. Klopt, dat is die ook. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, maar dat gaan jullie zo meteen zien. Mm-hmm. Ja, echt heel mooi. Ja, ze moet het eventjes zo regelen. Dus ik ga even kijken hoe Fleur Hermans kijkt. Hi Fleur. Hi Fleurtje. Flurry, flurry. En ze vroeg welke handschoenen zijn er voor lange nagels om er niet doorheen te gaan? Niet, want je gaat er wel doorheen. Maar er werd hier gezegd, ik draag er cartoon handschoenen onder. Nou, dat is perfect. Als je dat fijn vindt om mee te werken, is dat zeker een oplossing. Ik vind dat voor mijzelf niet zo fijn, want ik heb daar geen gevoel. Maar ik wissel ook gewoon bij iedere klant mijn handschoenen weer op. Want ik ben altijd dwars doorheen met mijn original mond. Jazeker. Even kijken. Nou ja, bedankt voor de tip. Ja, ja, prachtig. Vooral die met de luipaardprintje. Ja, ze zijn echt allemaal heel erg mooi. Geweldig. Nou, Cerise, het zijn hoop veren, schat. Nou, ik ben echt benieuwd. Ja. Jullie mogen nog niet naar het eindresultaat kijken, wel naar mijn hoofd. Dat mag wel, Willem. Dankjewel. Ja, de nagels inderdaad klaar. Gaan jullie dadelijk zien. Ik ga eventjes zorgen dat de huid een klein beetje... Up-to-date is. Ja, een klein beetje de huid, alleen dan niet de nagel. Want die wordt daar inderdaad een beetje dof van op beeld. Dat klopt helemaal. Ja. Dus die ben ik lekker aan het insmeren. En daarna zeg ik gewoon 3, 2, 1, screenshot. Nee hoor, hij is helemaal klaar. Nou, dit is hem geworden. Rapapapam. Ta-ta-ta-ta-ta. Prachtig. Ik vind het heel leuk, die combinatie met zwart en wit. Hysterisch, hè? Ja. Nee, leuk. Is toch leuk? En nu willen we dan even alles bij elkaar. Zeker. Ja, want dat is het. Maak het af. Kijk, die ring ook. Die ring. Wij zouden dit echt Haagse nagels noemen. Ik vind het echt leuk om dit te maken. Je hand is ietsje naar achter. Ietsje naar achter. Ja, dan zie je hem net iets meer in het midden. Zie je dat je hier dan weer in het nagelbed terugkomt eigenlijk? Ja. Diezelfde print als die je daar zag. Maar je ziet hier ook dat hij heel klein beetje wat zwart iets uitgelopen is. Ja, maar dat geeft schaduw. Dat is heel mooi. Ja, maar ik vind dat dan zonde, want dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, maar omdat je het ook bij het wit hebt en bij die andere zwarte rand, bij die andere witte rand. Klopt, eigenlijk is het gewoon, klopt het, had je het niet moeten zeggen. Nee, ja, dat doe ik wel, want er is wel echt een reden waarom ik de topje al heb gebruikt. Dit is mooi op deze manier. Ja, het is leuk, net een soort schaduw die erin ligt. Je krijgt nu meer diepte in dat vlak. Nou, hier komt deze ook weer helemaal terug. Zie je het? Dus overal komt die terug. Daar zit die ook bijvoorbeeld hier beneden. Daar heb ik het nagelbed normaal gelaten. En dit zou een leuke nagel zijn die er dan bij past, zeg maar. Ja,
Heel mooi. Dus dit is eigenlijk een beetje zoals de opdracht in elkaar zit. Je kunt er wat steentjes op plaatsen. Dat is ook allemaal ja, ik kan er niet goed. Iets uitzoomen. Dus ik weet niet of we ze er volledig op krijgen voor het screenshot. Deze nog een keertje. Maar ja, mooi ook hè. Zullen we deze alvast screenshotten? Denk het wel. Misschien kan je hem een klein beetje even met een doekje afnemen. Ik heb het met olie helemaal verpest, hè? Nee hoor, je wrijft het zo weer op. Kijk, dat is al beter. Zie je hem net zo. Even iets meer er beter. Top. Even die schaduw op de juiste plek. Ja, dankjewel model. Wacht even, zo misschien beter. Is die zo goed? Ja hoor, prima. Oké, drie, twee, één. Screenshot! Ja, eventjes een klein screenshotje. Ja, heel, anders krijg je bijna zijn oren. Wijsvinger. Ja. Mietje Zout zegt ook, ik vind het prachtig in de combinatie. Zo leuk, hè? Ja, dat is het ook. Oké. All right. Drie, twee, één. Screenshot. Ik denk, jee, niet te hard. En dan nog een keer allemaal bij even elkaar. Even total. Yes. Ja, het is toch prachtig. En drie, twee, één. Screenshot. Wordt steeds zachter. En als jullie nou willen weten hoe dit effect werkt daaronder, dan kun je kijken naar de live color blocking op Magnetic Nail Talk op YouTube. Dus Magnetic Nail Talk op YouTube. De color blocking. Dus daar kun je zien hoe ik die verschillende banen tegen elkaar aanleg. En daar allemaal ook weer tips en tricks voor. Dus daar, dat past wel heel leuk bij. Dat kun je bijvoorbeeld ook in het nagelbed doen. Hey, dat is ook een goed idee. Ja, oké. Okay. Nou, ga maar gewoon helemaal los. Ik ben benieuwd wat jullie gaan maken. Toch, Deborah? Ja, zeker weten. En omdat jullie wat gaan maken, nemen we nog één keer even de huiswerkregels door. Dus we beginnen. Natuurlijk, creëer een set van 5 nagels met minimaal 3 nagels inverted French. De opdracht is dus het design. Dus lever bij voorkeur in op stiletto tips voor creatieve vrijheid, want je hebt dan meer ruimte op de nagel. En de technisch incorrecte nagels worden echt afgekeurd, sorry. We hebben wat regels daarvoor. En de regels zijn, je hebt 2 weken, dus tot 21 januari de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het album Inverted French staat. Als er nog verbeterpunten zijn, neemt de trainer contact met je op en krijg je absoluut een herkansing. Dus je maakt dan altijd nog steeds kans op de e-certificaat. En vergeet geen step-by-step foto's mee te sturen. Geen filmpjes, maar duidelijke step-by-step foto's. En natuurlijk het foto van je eindresultaat. Dus ja, maar wat kun je dan winnen? Dan kun jij winnen 3 geweldige potten Power Gel. En dat is de Frosted, de Nude en is de Clear Power Gel. Nou ja, dat zijn eigenlijk 3 uit de collectie die niet ontbreken kunnen. Dus ja, we gaan eens even kijken. We hebben een heleboel. Aanstaande maandag. Onze lieve Cheryl, die gaat live en zij gaat je precies uitleggen hoe je het beste je doelen kunt behalen voor aankomend jaar. Dat is natuurlijk een beetje onzekere tijd, maar ze gaat je precies vertellen hoe je dit in stappen gewoon kunt behalen. En ja, alles wat zij vertelt daarin is super interessant. Dus zeker weten, kijk, aanstaande maandag 8 uur Nail Talk Live. Dan hebben we natuurlijk een meerdere planning, want we hebben de week erop, maandag 17 januari, Aletta. En Aletta gaat met haar Easy Stamping Designs hele snelle, gewoon heel goed toepasbare nail art laten zien voor in de salon. De week erop, maandag 24 januari, onze Sil. En Sylvana gaat werken met de blusjes met babyboom en glitter. Maar dit is geen gewone babyboom die je gewend bent, dit is een nieuwe techniek. Daar gaan we door naar onze afsluiter van de maand en dat is Jessica. Jessica Padberg laat op maandag 31 januari de Valentine cartoon zien. Ik bedoel, want 2 weken later is het al Valentine, dus moeten die mensen alweer met leuke hartjes op de nagels lopen. Maar zij laat je precies zien hoe je dat moet gaan doen. Ja, en ik denk dat we er bijna wel doorheen zijn, zo ongeveer. Wil jij nog wat zeggen, Cerise? Nou, wat me heel erg opgevallen is vanavond, Deborah, is dat jij meer gesproken hebt dan mij. En dat komt niet zo heel vaak voor. Vanmiddag, schatje. Of vanmiddag natuurlijk. Ja, ik ben echt in zo'n avondmoed als ik hier ben. Geef nee hoor. Lieve meiden, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik heb het echt alweer onwijs graag gedaan. Blij dat ik hier vandaag kon zijn om wat voor jullie te betekenen natuurlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik kijk heel erg uit naar de designs die jullie gaan creëren. Echt, ik kan niet wachten. Je mag ze me ook nog even opsturen als je dat wil. Ik ga daar niet uitgebreid antwoord op geven. Maar ik vind het wel leuk om even te zien wat er allemaal in jullie hoofd rondzwerft. En wat je op zo'n tip gaat gooien. Ik ben reuze benieuwd. Hartstikke bedankt en nog een hele fijne avond. En nou ja, ik zie jullie vast snel weer een keertje. En hou jullie allemaal sterk. Dat is belangrijk.
Ja, top hè. En wat was het mooi. En bedankt voor de onwijs toffe comments. Ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. Het zijn er zoveel. Zoveel bedankt. En bedankt voor de workshop. Ik ga het proberen. Nou, Cerise, Toy, echt helemaal top gedaan. Jij bedankt voor jouw weer geweldige uitleg en deze prachtige nagels die je hebt laten zien, lief schat. Jullie bedankt voor het kijken. Het was echt heel erg leuk om dat deze middag te kunnen doen. En vergeet aankomende maandag natuurlijk niet. Want het is heel belangrijk, ons eigen Cheryl komt weer. En dat is maandagavond 8 uur aan NTL. Maar voor nu sluiten we hem af met Jumping into Spring. Doei!